Ja, goedenavond iedereen. Het is 8 uur, we zullen van start gaan. Afwezigen Gert van As, denk ik. Ja. En al de rest aanwezig. Dat weet ik niet. Had hij verontschuldigd? Nee. Gewoon afwezig. Ik heb afwezig. Verontschuldigd. Ja, dat weet ik bij mij niet. Maar. Voordat we de vergadering starten, gaan we even de volgorde van de agenda bepalen. We hebben hier, we zullen eerst even bekijken de A naar B punten. Heeft er iemand een A naar B naar A punt, sorry. Mevrouw Spinati. Ja, ik zou willen een extra A-punt toevoegen aan de agenda. Het gaat over de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, waarbij een aantal jongerenbenden slaags zijn geraakt. Ik had daarvoor een voorstel van beslissing meegebracht. Ik heb dat rondgedeeld op de banken, maar daar zal wel een 2/3 meerderheid voor nodig zijn, aangezien dat punt na de indieningstermijn is gekomen. Maar dat lijkt mij ook evident, omdat de gebeurtenissen dateren van na de indieningstermijn. Ja, ja meneer, toch? Ja, ik heb eigenlijk een gelijkaardig verzoek. Er hebben zich vrijdag incidenten voorgedaan die toch wel, op zijn zachtst gezegd, enige weerklank hebben gekregen, zowel binnen onze Loonzeelse gemeenschap als daarbuiten. Dat was, zoals collega Sminaten zegt, de indientermijn voor punten uiteraard al verstreken. Wij hebben daar gisteren fractievergadering gehad en het was toch onze wens om ook van onze kant een signaal te geven. En vandaar is dat wij ook een voorstel hebben gemaakt om te bespreken en dat al of niet wordt goedgekeurd. Uiteraard, dat is het recht van... Dat is het spel van de gemeenteraad, zoals dat anders gebeurt. Maar we zouden toch vragen, op zijn minst, dat we dit voorstel eventjes kunnen inleiden, toelichten. En dus vragen wij ook dat het met 2/3 meerderheid aan de agenda kan toegevoegd worden. En de motivering is uiteraard de hoogdringendheid. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Smeen. Ah, mevrouw Moens. Ja, ik vraag daar even heel kort de schorsing over om dat te kunnen bespreken met de collega's. Ja, dan schorsen we 5 minuutjes. Dat zal goed zijn. Die gaan de aanwezigheidslijst al. Nee, dat is toch niet. Nee, nee. Nu straks gaan. Ik ben van december. Ik heb alleen maar een commissie uitbetaald. Ja. Krijg je geen gemeente dat betaald? Jawel, jawel. Van januari van december was het enkel maar de commissie. En wordt dat elke maand? Wordt dat elke maand gedaan? Of? Ja, want dat weet ik niet, die frequentie weet ik niet. Nu is dat een veel hogere frequentie dan vroeger. Dus is dat nu omdat dat het maand is, dat dan nu nog mee van de waarde meekomt. Stuur de meetje naar Christel of Financiën. We zullen ze wel kijken.
Oké, dan gaan we terug verder met de gemeenteraad. We zullen eerst stemmen over het punt aangebracht door N-VA. De tweederde meerderheid hebben we daarvoor nodig. Sorry, voor het op de agenda te krijgen, eerst en vooral. Daarna doen we dat van pro en dan gaan we die indien goedgekeurd toevoegen achteraan de agenda, de bijkomende agenda, in de volgorde dat we hem al gekregen hebben. Dus eerst het punt van N-VA om het erop te krijgen op de agenda. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Dat is alle geheelheid van stemmen. Even wachten, Tom. Ja, dat is goed. Dan gaan we over naar het volgende punt, door pro aangebracht. Om dat op de agenda te krijgen, ook een tweederde meerderheid nodig. Dus aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Alsjeblieft. We zullen die punten, zoals gezegd, achteraan de bijkomende agenda toevoegen. En dan komen we daar straks op terug. Dan gaan we verder met de agenda zoals voorzien. Het eerste punt dat erop staat is de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraad. Mevrouw Sminate. Ja, wij zullen zoals steeds het verslag niet goedkeuren, omdat jullie hardnekkig blijven volhouden om nog een woordelijk verslag, nog een audiovisueel verslag van deze vergaderingen te maken. Of alleszins toch zeker niet op de website te zetten, waardoor dit alle transparantie naar de burgers mist, maar ook naar de raadsleden en ook naar de medewerkers die op deze manier niet kunnen volgen wat er hier allemaal besproken wordt. Dus omwille van die reden gaan wij tegenstemmen. Hopelijk komt er nog verandering in ons stemgedrag naar de toekomst toe als we straks het punt dat collega Van Hoof aanbrengt zullen kunnen goedkeuren. We leven op hoop. Dank u wel, mevrouw Sminate. Dan gaan we over naar de stemming. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Dertien voor, elf tegen. Klopt het? Nee, hoe is het? Ja, het klopt. Ja, juist. Geert. Ja. Het tweede punt op de agenda en eigenlijk de hele reeks daarna tot en met punt 6 zijn afvaardigingen voor bepaalde... Ja, hoe noemen we dat? Intercommunale zijn het niet allemaal, maar... Intergemeentelijke samenwerkingen, dat was het. Die vindt u allemaal in uw mapje dat op uw bureau ligt, normaal gezien. We gaan die in één keer allemaal tegelijk stemmen. Ah, sorry, mevrouw Sminate. Dank u wel, voorzitter. We hebben vastgesteld dat er een vervanging nog dient te gebeuren voor Jimmy, die tijdelijk afwezig is. Wij zouden daarvoor een nieuwe voordracht moeten doen. Ook in dit geval vragen wij goedkeuring om dat bij op de agenda te zetten. Ik denk dat dat geen probleem zal vormen, omdat dat een mandaat is dat sowieso aan N-VA Londerzeel tegemoet komt. Omdat het de grootste oppositiepartij is die dat mandaat moet bekleden. Dus ik denk niet dat dat een probleem vormt om ook die beslissing in Kovo... Ik denk dat dat geen probleem vormt om die beslissing ook hier vandaag te nemen, zodat die opvolging kan gebeuren. Want de eerstkomende vergadering die zal plaatsvinden voor de gemeenteraad van februari. Maar heeft hij daar geen plaatsvervanger? Nee. Nee. Dan zou dat automatisch gewoon kunnen. Wij zouden graag Patrick Bogaerts tijdelijk als vervanger willen aanduiden.
stemmen dat mee op de agenda komt. En... Het is vooral administratief. Met hem stemmen letten voorbereiden. Ja, we zullen het dan mee op de agenda zetten nu, maar probeer het dan wel de volgende keer te denken om, dat, ja, om je dat als punt in te dienen. Dan ga ik u dat nog geven. Ja, of is iedereen ermee akkoord? Dus het zal wel goed zijn. Iedereen is akkoord om het punt mee te stemmen. Oei, nu is dat het volgende punt dan. Bedankt, Moussie. Bedankt, Moussie. Dus we hebben er nu 6 liggen. We gaan die meteen allemaal tegelijk invullen en verzamelen. Dan schorsen we weer even om de telling te doen en dan komen we daarop terug. In 2 is genoeg. Ja. Allemaal apart plooien. Ja, wel apart plooien. Ja. Ja, dus dan voor het publiek. Nee. Voor het publiek, we gaan nu toch even 5 minuten schorsen om de telling uit te voeren en dan komen we terug met de resultaten van de stemming.
Ja, dan gaan we weer verder met de gemeenteraad. De stemmen zijn geteld. Voor punt 2 in verband met Blijdorp zijn er 13 stemmen. Voor Kim Vertinel, 13 stemmen ja, 1 stem nee en 10 onthoudingen. Dus Kim is bij deze afgevaardigd voor Blijdorp. Punt 3 is voor Sipal. Daar kon ook toegestemd worden voor Kim Vertinel. Daar zijn 14 ja en 10 onthoudingen. Dus bij deze is Kim daar ook afgevaardigd. Punt 4 voor de Brabantse Kouters. Kon er gestemd worden voor Kim Vertinel of Gerda Verhulst. Voor Kim waren er 13 stemmen, voor Gerda 11. Dus bij deze is ook Kim afgevaardigd voor de Brabantse Kouters. Punt 5 voor Ecozo. Kon er enkel gestemd worden voor Kim. Daar waren 13 stemmen voor en 11 onthoudingen. Dus ook Kim aangenomen als afgevaardigde. En dan punt 6 was voor Toerisme Vlaams-Brabant. Daar kon gestemd worden voor Kim Vertinel of Gerda Verhulst. En hier zijn ook 13 stemmen voor Kim en 11 voor Gerda Verhulst. Dus ook Kim is afgevaardigd bij Toerisme Vlaams-Brabant. En bijkomend punt, ja, juist. Voor Inkovo is Patrick Bogaerts afgevaardigd met 23 stemmen voor en 1 onthouding. Alsjeblieft. Dan gaan we over naar punt 7 in verband met de veiligheid. Het gebruik van bodycams door onze politiezone. Voor mevrouw Moons. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat is een dossier dat ondertussen het politiecollege al is gepasseerd en ook de politieraad. U weet of u weet niet, maar sinds de wet van 25 mei 18 regelt de wet op het politieambt dat politieambtenaren bodycams mogen gebruiken bij het uitvoeren van bepaalde operationele taken. En in het kader uiteraard van politionele opdrachten. De gemeenteraad moet daar principieel mee akkoord zijn. Dat heeft uiteraard te maken met opname van beelden enzovoort. Voor de mensen in het publiek, bedoeling van die bodycams, het woord zegt het eigenlijk een beetje zelf. Het zijn camera's die op het lichaam worden gehangen met de bedoeling misdrijven te voorkomen, eventueel op te sporen of vast te stellen, maar hetzelfde ook voor overlast, openbare orde en wanneer daders dienen te worden geïdentificeerd, verstoorders van openbare orde of getuigen en slachtoffers kunnen worden in beeld gebracht. De uitgangspunten binnen de politiezone KLM zijn heel duidelijk in die zin dat het heel transparant moet gebeuren, zoals de wet het ook vraagt. Met name dat het gebruik ervan op een zichtbare wijze gebeurt, enkel voor politieopdrachten en zeker niet om andere doeleinden. En het is nooit een verplichting, maar steeds een optie voor de mensen op het terrein. Maar ik ben ervan overtuigd dat het zeker een meerwaarde zal zijn, ook in het geval dat er discussies over bepaalde situaties of bij wijze van bewijsvoering een en ander kan gebruikt worden. Dus ik vraag dit uiteraard ook ter stemming voor te leggen en positief te stemmen. Meneer Troch. Ja, collega's. Op zich zijn wij daar mee akkoord, hè, omdat we inderdaad wel kunnen zien dat gezien in deze tijd van sociale media en dat alles gefilmd wordt, hè, we hebben het vrijdag nog gezien, dat het interessant kan zijn dat er een opname gebeurt die min of meer objectief is in de zin van het ze gebeurt door de politieman in kwestie. Dus dat dat zeker een instrument kan zijn om een stukje de politieman te helpen of de politievrouw te helpen en een stukje respect ook te doen toenemen. Nu, wat we wel echt heel erg willen benadrukken, en we hopen dat dat in het verslag wordt opgenomen, wij hopen wel dat er dan, wat we wel een beetje schik voor hebben, is het gebruik naar willekeur. Hè. We hopen dan ook, als het gebruikt wordt, dat het effectief ook altijd gebruikt wordt, of tenminste volledig gebruikt wordt. Wat bedoel ik daarmee? Ja, dat als een politie op interventie gaat en men beslist op voorhand om de bodycam te gebruiken, dat die dan ook heel de tijd tijdens de interventie gebruikt wordt. En niet alleen wanneer het de politieman of vrouw in kwestie op dat moment goed uitkomt. En waarom zeggen we dat? Omdat we denken dat die bodycam niet alleen een bescherming kan zijn van de politieman en politievrouw, maar ook voor een stukje voor de burger. Hè. Ik denk dat het een instrument is dat voor de politieman of vrouw ook voor hen zelf een stimulans kan zijn om te zorgen dat ze in hun interventie steeds zo correct mogelijk
zich gedragen en steeds dat ze niet in verleiding komen over de scheef te gaan, hoe moeilijk de situatie ook is. Dus ik denk dat het in de twee richtingen kan werken, dat het ook voor de burger in kwestie een stukje kan een bescherming zijn om te zorgen dat de politieman toch ten alle tijde zijn kalmte en rust bewaart. En daarom, ja, het enige waar wij een beetje schrik voor hebben, is dat er daar toch duidelijk afspraken over komen dat die bodycam, als die gebruikt wordt, dat die dan ook heel de interventie lang gebruikt wordt en niet naar eigen goeddenken op het moment wordt aan- en afgezet. Want dan ga je natuurlijk de discussie krijgen, ja, maar het is wel gefilmd, maar het is maar een stuk gefilmd. Je hebt net niet gefilmd wanneer dat of dat gebeurde. En dat is een beetje onze bezorgdheid. Dus wij hopen dat dat meegenomen wordt in de operationalisering van dit instrument. Dank u wel, meneer Troch. Mevrouw Moens? Ja, ik kan daar direct op antwoorden. Mij staat zelfs de vraag nog heel helder voor de geest op de politieraad zelf. En als ik heb het dossier daar straks nog eens gelezen. Ik ben er nu, met dat u de vraag stelt, probeer ik er nog eens door te gaan, maar ik vind het niet direct terug. Maar als ik me niet vergis, staat het in het dossier zelf in. Politieagent kan niet zomaar beslissen om te zeggen aan en uit. Dat gaat niet. Als je de keuze maakt bij de start van de interventie om het te voorzien, moet dat all the way gebruikt worden. Dus dat is zeker geen... ik ben er zelfs aan geschrokken op de politieraad. Zat er een politieambtenaar aanwezig die gans dat reglement van A tot Z heeft uitgewerkt en die tot in de kleinste details, bijna op het detailistische af, alles heeft geregeld qua gebruiksmodaliteiten enzovoort. En onder andere dat ook. Dus het is echt zeer strikt geregeld, al was het al niet via de wet zelf, dan is het zeker gebeurd binnen KLM. Dus dat is geen probleem. Meneer Van Doren. Onze fractie staat achter dit voorstel. Wij hebben wel een paar vragen, kwestie inhoudelijk en datum van ingebruikname of datum van inwerkingtreding van dit reglement. Graag hadden wij zicht gehad op wat dat de kostprijs is van deze bodycams per stuk en hoeveel dat er gaan worden aangekocht. Wanneer kunnen die bodycams het gebruik, kan dat in voegen treden? Gelet op de gebeurtenissen die hier al plaatsgevonden hebben in de afgelopen week in onze gemeente, lijkt het mij hoogdringend dat we deze kunnen gebruiken. Er zal wel altijd, denk ik, nog aan te pas komen dat we, zelfs als we bij een grote bende dienen toe te spreken of de bodycams gebruikt worden, dat er dan volgens het reglement of volgens de reglementering ook moet mondeling verwittigd worden dat de bodycams gebruikt worden. Dus dat zijn onze opmerkingen. En als ik het goed lees, is er een uitzonderingsmogelijkheid dat in de inleiding staat. Dat verwijst naar artikel 25.4. En dat zegt dat dus, ik heb het zo gelezen, maar u mag me corrigeren, dat bij hoogdringendheid dus feitelijk die bodycams nu al zouden mogen gebruikt worden voordat er een reglement is. Dank u wel, Bart. Mevrouw Moens. De kostprijs, daar moet ik u het antwoord... Ben ik u het antwoord nog op verschuldigd? Dat weet ik niet van buiten. Dat zal ik navragen bij de secretaris. Dat kan ik u wel bezorgen. Wat zegt u? Dat is ook voor de Uiteraard, ja. Het is daarom dat ik zeg bij de secretaris van de politiezone. Ja. Ga ik dat moeten navragen, want dat is op kosten uiteraard van de politiezone. Dat weet ik niet exact. Uw vraag was dan nog met betrekking tot het versneld gebruik van de bodycam. Ja, ik denk dat die bij wijze van spreken vanaf morgen op Londerzeils grondgebied kan gebruikt worden. De wet zegt duidelijk dat het moet eerst gestemd worden op de politieraad en daarna op de gemeenteraad. En pas dan kan het ingezet worden. Nu, ik denk dat... niet rekening houdende of niet wetende, uiteraard, van de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag, is dat dus al eerder gestemd geweest. Was het, en dat herinner ik mij op het laatste politiecollege, de afspraak dat alles zou kunnen gebruikt worden zodra op alle gemeenteraden van de zone KLM alles zou gestemd zijn. Op Meissen is het nog gestemd op het nippertje in december. En alles zou nu gestemd worden in januari. Dus in januari ook in Kapellen op den Bosch. En nu hier ook bij ons. Ik denk dat wij nu de laatste zijn, omdat wij vrij laat op de maand vergaderen.
Dus qua ingebruiknamen, als die bodycams ter beschikking zijn, ik weet ook niet IT-matig wat dat dan nog vergt, of dat daar nog een aantal dingen moeten gebeuren, dat weet ik niet, technisch dan. Maar strikt genomen, puur als we het bekijken, puur procedureel, kunnen die vanaf morgen gebruikt worden. En u had nog een tweede vraag, maar ik heb zitten schrijven, maar ik heb het niet volledig kunnen noteren. Wat was uw tweede vraag? Als ik de juridische grond lees, waar dat verwezen wordt naar het decreet van 22 december 2017, staat er dat artikel 25.4, paragraaf 3, bij hoogdringendheid al gebruik kan gemaakt worden van de camera's, zelfs voordat er blijkbaar een reglement is. Dus, dat heb ik gelezen. Dus want de paragraaf ervoor zegt, legt gewoon uit dat het in principe moet gestemd worden op de gemeenteraad. En de paragraaf daaronder is die uitzonderingsregeling. Ja, ik heb dat ook gelezen. Maar dus, goed, het is nu ook nog niet strikt nodig geweest. De feiten van afgelopen vrijdag hebben ons verrast en zijn wat ze zijn. Maar we zijn nu ook vandaag nog maar dinsdag. Vanaf morgen kunnen die gebruikt worden. Dus dat is geen enkel probleem. Oké, maar zijn ze reeds aangekocht? Want dat was mij ook nog onduidelijk, ja of nee? Of dat die nu exact al liggen in de Reigerstraat, dat weet ik ook niet. De opdracht tot aankoop is gegeven. Of dat die nu exact al geleverd zijn, dat weet ik niet. Nogmaals, dat kan ik bij de korpschef of bij de secretaris wel eens navragen. Ik kan u daar morgen een antwoord op geven. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we over naar de stemming. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd. Algeheelheid van stemmen. Gaan we over naar punt 8. Voor Schepen-Robijns in verband met het mountainbike-netwerk Brabantse Kouters. Ik had dat punt ook al eens toegelicht op de commissie. Dus de mountainbike-route die door onze gemeente gaat, die ligt er al van de vorige legislatuur. Die is ook al heel toegankelijk, die wordt ook heel veel gebruikt. Maar er zijn enkele gemeentes die die verbintenis met Sport Vlaanderen nog niet hadden ondertekend, waaronder ook Londerzeel. Sport Vlaanderen heeft gevraagd van, kijk mensen, we willen een goede afspraak, vooral over het onderhoud gaat dat, over, wat vragen ze nog vooral, dus vooral de plaatsing van de materialen en dan ook vooral het ondersteunen van de peters en de meters die op de route gaan kijken. Die gaan maandelijks, onze peter gaan maandelijks de route af. Als er problemen zijn met paaltjes, problemen zijn met bordjes, dan geven die ook aan. Die gaan ook rechtstreeks in verbinding met Sport Vlaanderen en onze sportdienst. Maar eigenlijk is dat allemaal al georganiseerd in Londerzeel. Dus het is echt administratief een overeenkomst met Sport Vlaanderen, want voor Londerzeel is eigenlijk alles al in orde. Gerda? Ja, dank u, voorzitter. Nu, verstaan ons niet verkeerd, wij kunnen dat initiatief, die beheersovereenkomst, zeker toejuichen. Het is een positieve en logische stap wat betreft het parcours die nu bestaat over het ganse de Noordwest Sportregio. En vooral voor onze eigen lokale Loendercella-route. Ik wil daar toch wel even reclame over maken. Dat is ze. Er zijn vele nieuwe gezichten hier. Ik wil daar even een voorgeschiedenis van geven. Die is van start gegaan, opgestart in 2015. Dat was het resultaat toen van een samenwerking tussen verenigingen, enerzijds en anderzijds echt gemotiveerde vrijwilligers. En de sportdienst heeft dat ondersteund en onder toezicht ook van destijds van Blozo. Dus dat zijn twee lussen, een blauwe en een groene. Dat is destijds een heel omslachtige onderneming geweest. Wij hebben daar niet alleen vele eigenaars moeten voor overhalen, maar ook aangelanden om die mee in dat verhaal te krijgen. Dat is dus gelukt. We hebben zelfs met buurgemeenten in overleg moeten gaan, want die routes die gaan dus over Buggenhout, over Meissen en over Liplo. Dat is dan uiteindelijk allemaal in kan en kruiken geraakt. Bovendien, zoals gezegd, Timmy, hebben wij het geluk gehad van een hele consensueuze
Peter bij de kraag te kunnen nemen. Die rijdt dat zelfs meer dan één keer per maand af. Ja. Die signaleert heel plichtsbewust, signaleert die alles aan de technische dienst. En wij zijn daar wel echt een voorbeeld in vergelijking met andere gemeenten. Dus houd die man in ere, zou ik zeggen. Het is voor ons is het dus heel positief dat al die netwerken nu op elkaar aansluiten en dat het uiteindelijk ook een opstapje is voor onze eigenste Lundercella-route. Dus aan iedereen, spring of de fiets. Dank u wel. Schepen Rubens, nog iets? Dus ik veronderstel dat dat positief is. Hè. Jawel. Gaan we over naar de stemming. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Ook hier algeheelheid van stemmen. Punt 9, ook voor Schepen-Rubens, dacht ik. Of voor Segers, ja, het was wel duidelijk. De fietsbiep. Dank u, voorzitter. En op de lan van Gerda gaan we verder natuurlijk, hè, met de fiets. Hiervoor ligt dus een samenwerkingsovereenkomst tussen Beweging.net enerzijds en de gemeente voor het opstarten van een fietsbiep. Dus wat is dat eigenlijk? Dat is zoals het boeken gaan ontlenen, maar dan hier gaan we kwalitatieve tweedehandsfietsen ontlenen tot 12 jaar. Waarom is dat een goed initiatief? Wel omdat elk kind snel groeit en als we die willen aanmoedigen om te fietsen, ja, we weten allemaal dat die dan regelmatig een nieuwe fiets nodig hebben, omdat ze dat ontgroeien. En is dus de fietsbib eigenlijk een budgetvriendelijk alternatief. Het past ook in het kader van kinderarmoede, omdat het vrij toegankelijk is. We stimuleren hierbij dus het extra bewegen in het kader van de gezondheid van onze kinderen. En het draagt ook bij tot het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Dus die overeenkomst, daar staan een dertigtal fietsjes bij start die voorzien zijn. En de voorwaarden waartoe de gemeente dan gebonden is, is een eenmalige kost van 1.000 euro die we voorzien. Het ter beschikking stellen van een locatie. En daar hebben we dan gekozen voor het gebouw in de Kerkhofstraat, nummer 52, dus op de OCMW zitten, waar de vroegere buurtwinkel was. Omdat dat toch wel een mooie zone is, waar ook de kinderen dan dat fietsje kunnen oefenen. En een derde voorwaarde was dan dat we mee moeten in de communicatie gaan om de fietsbib te promoten en te communiceren. Fietsbib werkt met vrijwilligers, zowel via sociale tewerkstelling als door de eigen vrijwilligers. En Beweging.net gaat dat coördineren. Ook handige Harry's of administratieve krachten uit Londerzeel die vrijwillig willen meewerken hieraan, kunnen zich opgeven. De fietsbib zal concreet een halve dag open zijn in de maand. We gaan ook bekijken of dat dan een zaterdagnamiddag is of een zaterdagvoormiddag liever en een woensdagnamiddag. En per ontlening van een fiets betaalt men dan fietsgeld van 20 euro per jaar plus een waarborg van 20 euro voor de fiets. Tijdens het lopende jaar kan men ook nog kiezen voor een ander fiets, een ander model, als men toch in datzelfde jaar zou die andere fiets ontgroeid zijn. Als je als burger een kinderfiets hebt staan waar je geen weg mee weet, dan kan je die ook altijd doneren en dan kan je in ruil, als je dat wenst, een jaar fietsgeld krijgen. Buiten de eenmalige kost van 1.000 euro heeft het bestuur ook gekozen in de meerjarenplanning om telkens ook 1.000 euro nog in te schrijven. En waarom is dat? Wel, we hebben samengezeten met onze lokale fietshandelaars ook in Londerzeel. En als er grote herstellingswerken zijn of kosten, dan kunnen we dat door hen laten herstellen. De fietsbib zal concreet starten in mei, dat heeft u ook gelezen in de notulen. En het werd ook besproken op de GRC Mens. U heeft ook de ter beschikkingstellingsovereenkomst kunnen lezen. En vandaar we het promoten van de fiets toch willen aanmoedigen, vraag ik u positief advies. Uitstemming, ja. Oesie? Ja. De fietsbib is een keigoed initiatief. Draait alleen op vrijwilligers. Is daar al zicht op het aantal vrijwilligers of helemaal niet? En wat heeft Bewegings.net zelf te bieden qua vrijwilligers? Of moet dat allemaal vanuit Londerzeel komen of gaan zij ook zelf mee die vrijwilligers helpen zoeken?
Mevrouw Segers. Ja. Wel, het is zo, het aantal vrijwilligers is momenteel nog niet gekend, omdat er ook een oproep in de Giel gaat gebeuren, voor in Onderzeel zelf. Maar ook Beweging.net werkt, dus met de sociale tewerkstelling. En ze hebben ook al een aantal vrijwilligers die zij kunnen inzetten. Maar natuurlijk om de groep te vergroten en zowel mensen die nodig zijn om te herstellen en kleine mankementen te repareren, zowel administratief om de mensen daar te ontvangen, zijn er nodig en vandaar toch nog de oproep. Het staat nu allemaal on rails eigenlijk, zal ik zeggen. Maar dus als we effectief een zicht hebben op het aantal vrijwilligers en ook de communicatie in een flyer gegoten is, kunnen we daarmee naar buiten. En dan vandaar ook in mei pas de lancering en de opening van de fietsbib. Mevrouw Sminati. Dank u wel, voorzitter, collega Segers. Ik wil eerst en vooral duidelijk zeggen dat wij dit een zeer goed initiatief vinden. Ik denk dat het duidelijk is dat het kinderen aanzet tot beweging. Het kadert ook in de circulaire economie, wat een pluspunt is. Het brengt mensen samen. Dus dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen. Wat wij wel vreemd vinden, dat is dat een organisatie een dergelijk initiatief opzet. En dat zij dan zegt, en wij gaan aan de gemeente een bedrag van 1.000 euro... aanrekenen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit geweten, dat een organisatie zegt, wij gaan iets aanrekenen aan de gemeente. Wat wel gebeurt is, kijk, wij zijn een organisatie, wij gaan een nieuw project opzetten en wij gaan subsidies aanvragen. Zoals iedereen dat doet, ze vragen subsidies aan en ze vallen onder ons subsidiereglement, ja of nee. Dat vind ik een eerste vreemd punt. Maar het gaat eigenlijk nog verder dan dat. Beweging.net rekent eigenlijk op een eenmalige tussenkomst van 1.000 euro. Ik heb dat gelezen in de nota die zij hebben opgesteld. Maar jullie reactie is dan van, kijk, wij gaan veel verder gaan dan dat. Wij gaan jaarlijks een tussenkomst van 1.000 euro aan deze organisatie geven. Ja, ik vind dat vreemd. Een organisatie die 1.000 euro tout court vraagt, hè, en dan ga je zeggen, wij geven tussen 2020 en 2025 6.000 euro plus die eenmalige kost. Dus dat, jullie geven eigenlijk 7.000 euro. Ik vergelijk dat een beetje met een werkgever die een sollicitant bij zich krijgt en die zegt, ja, ik verwacht eigenlijk een salaris van 1.000 euro. En die werkgever gaat zeggen, weet je wat, we gaan u 7.000 euro geven. Dat is toch geen bewijs van goed bestuur. Ik vind dat een heel vreemde gang van zaken. Dus ik wil graag van u weten, mevrouw Segers, wat is de reden waarom jullie meer geven, maal 7, dan gevraagd? En ten tweede, vinden jullie het verantwoord dat we anno 2020 nog op deze manier de zuilen gaan bedienen? Een beweging die zo duidelijk gelinkt is aan een politieke partij, gaan subsidiëren buiten ons subsidiereglement om? Dat vinden wij absoluut geen goed signaal. Als die vereniging dat wil organiseren, goed. Wij moedigen dat zelfs aan, maar alle verenigingen gelijk voor de wet, geen verenigingen voortrekken tegenover anderen. Een laatste opmerking, en dan richt ik mij niet meer tot de schepen, maar tot de voorzitter. Wij hebben begin vorig jaar een huishoudelijk reglement goedgekeurd. In dat huishoudelijk reglement staat dat raadsleden die op een of andere manier belang hebben bij een punt dat besproken wordt, dus lid zijn of beter gezegd een functie hebben binnen de vereniging die voorwerp is van discussie, die mogen niet deelnemen aan de stemming. Wij vonden dat destijds een veel te strenge bewoording. We hebben daar ook op gereageerd toen. Maar nu worden we daar wel mee geconfronteerd.
Dus zou ik willen vragen of er hier in de zaal mensen zijn die zich in die situatie bevinden. En ik noem graag even de 11 stichtende leden van Beweging.net op. Dat zijn ACV, CM, FEMA, SAMANA, KWB, OKRA, WSM, PASAR, Familiehulp, KAJ en Internationaal Comité. Dus die mensen worden volgens het huishoudelijk reglement verondersteld om zichzelf te melden op dit moment en zich terug te trekken en de zaal te verlaten. Dank u wel. Mevrouw Segers, daarop reageren? Ja, ik weet niet, gaat Tom eerst langs? Ja, of u kunt al op de andere punten van mevrouw Smilate. Zeker en vast. Als u aanhaalt, inderdaad, Beweging.net is inderdaad een van de zuilen die je daarin ziet. Maar dat project dat hier voor ligt, die fietsweb, staat daar eigenlijk los van. Zij hebben eigenlijk dit punt, dit project, eigenlijk ook aangebonden. Zij zijn gestart daarmee in West-Vlaanderen en Antwerpen. Daarnaast zijn zij ook in de Limburg daarmee gestart met dit project. Nu, de Vlaamse overheid was daar ook mee bezig, dat weet ik. Wij hebben die twee zelf vergeleken. En het kwam er eigenlijk op neer dat de Beweging.net, de vereniging aan zich, beter voorwaarden, betere eigenschappen had in dit project dan de Vlaamse overheid. Nu, om u maar één idee te geven... Beweging.net, zij voorzien 30 fietsjes, terwijl de Vlaamse overheid er maar 10 voorzag. Dat is maar eentje dat ik aanhaal. Dus bij verdere uitwerking van het project van Beweging.net heeft de Vlaamse overheid zelf gezegd van kijk, dat is eigenlijk naast elkaar wandelen dat wij hier doen, of naar elkaar fietsen, beter gezegd. Wij moeten dat samen bundelen. Dus in eerste instantie was het ook 2000 dat wij dat als opstartkost moesten voorzien en ook in de opvolging. Maar... dat is tot 1000 euro gereduceerd en inderdaad, de Vlaamse overheid geeft daar een subsidie van 1000 euro. Nu, waarom voorzien wij als bestuur in de meerjarenplanning 1000 euro per jaar? Dat is omdat we ervan uitgaan dat ook de lokale fietshandelaars hun stem daarin mogen krijgen. Als er zaken zijn die moeten aangekocht worden om herstellingen te doen, dan kunnen zij dat via dat budget doen. En er staat ook in het contract, in de overeenkomst zelfs, een weergave dat zij dat ook moeten staven. Dus het is niet zomaar dat wij die 1000 euro telkens geven. En dan in verband met... het stemgedrag. Ik kijk dan naar de voorzitter. Ja. Ik zal daar zelf als burgemeester wel op antwoorden. Ik denk dat u toch probeert, mevrouw Sminate, en ik heb dat toen, dat die opmerking, ik denk dat bij het stemmen van het huishoudelijk reglement, die opmerking vooral van de kant van Pro, dacht ik, tijdens de debatten is gekomen, ook geantwoord. Allee, men probeert spijkers op laag water te zoeken. Ik denk door de manier van opsomming die u nu geeft, dat er eigenlijk een karikatuur wordt gemaakt van hetgeen wat in het huishoudelijk reglement staat. Een belang, zoals dat wordt aangegeven, is duidelijk dat we willen weren dat er situaties ontstaan waarbij dat iemand echt... een geldelijk belang heeft. Een belang wil zeggen dat er een of ander voordeel is voor uzelf om iets te realiseren of niet te realiseren. En dan moet je u onthouden. Dat is nogal logisch. Als consultant, zeg maar, ik zeg zo maar wat, kunt jij niet optreden en tegelijkertijd voor de gemeente en tevens ook lid zijn van de gemeenteraad. Dat gaat niet. Dan moet je je daarvan onthouden, want dan heb je een bepaald voordeel in je portemonnee. Zoals u dan nu aangeeft, zou ik denk quasi iedereen die allicht lid is van de CM, want de CM was een van de stichtende leden blijkbaar, ik vond dat het meest frappante voorbeeld, zouden hier allemaal collectief waarschijnlijk, enfin, ik spreek niet voor iedereen, maar toch voor zeer velen, de gemeenteraad moeten verlaten. Allee, ik bedoel, dat is ridicuul. We gaan daar niet mee en dat... dat is een verhaal dat hier niet sluitend is zoals dat u dat aangeeft. Dus dat is niet relevant.
We hebben ook even nagelezen. Ieder raadslid moet voor zijn eigen ook bepalen of dat er nu echt een belang is of niet. Als je in mijn hoofd gewoon lid zet van de SEM inderdaad, lijkt het mij vrij raar dat je enig belang zou hebben in deze overeenkomst dat wij hier stemmen. Dus daarmee. Ja. Tenzij dat er echt iemand zegt van zijn eigen nu, ik heb daar toch een te groot belang in, dan mag hij dat laten weten. Mevrouw Sminate. Ja, ik lees maar voor uit de tekst die jullie zelf hebben laten stemmen. Dat belang kan persoonlijk zijn. En dan klopt inderdaad de uitleg die de burgemeester heeft gegeven. Maar kan ook gelden als vertegenwoordiger van een organisatie. Dus ik heb heel duidelijk gezegd, als iemand een functie heeft in die organisatie, dan valt die onder de bepalingen die jullie zelf hebben laten stemmen. Dus het gaat niet enkel over persoonlijk financieel gewin. Het gaat erover dat je als vertegenwoordiger van die organisatie niet mag deelnemen aan die beraadslaging. Ik denk dat dat heel duidelijk is en dat dat niet strookt met de verantwoording die u net gegeven heeft. Dan het antwoord die ik van de schepen heb gekregen, daar stel ik mij toch ook wel nog enige vragen bij, hoor. U zegt, beweging.net staat hier los van. Ja, nee, hè. Beweging.net is de organisator, dus dat klopt al helemaal niet. Dan zegt u, ja, maar die 1.000 euro per jaar, dat dient voor herstellingen die we dan door de lokale handelaars gaan laten uitvoeren. Dat is allemaal heel mooi, maar in de verantwoording van de nota van beweging.net staat net dat die 1.000 euro eenmalige kost dient voor die herstellingen. Dus je gaat die kost maal 7 gaan doen, terwijl zij dat helemaal niet vragen. Dat is echt geen voorbeeld van goed bestuur. En ik betwijfel eigenlijk zelfs of dat wel degelijk de bedoeling van dit college geweest is om die vraag van de organisatie om dat te vermenigvuldigen. Ik stel me echt de vraag of dat er niet overgekeken is over dat zinnetje. En dan zegt u, de Vlaamse overheid neemt 1.000 euro over van die eenmalige kost. Ik denk dat u zich daar vergist en dat is de provincie Vlaams-Brabant die dat doet. Meneer Troch, u had ook nog een vraag. Ja, naar aanleiding van de vraag die mijn collega had gesteld en het antwoord daarop, en dan aansluitend op de interpellatie van mevrouw Sminate, mij is ook niet helemaal duidelijk meer nu in welke structuur dat jullie dan nu zien. Want het is geen subsidie, hè, want het is een samenwerkingsovereenkomst, maar op basis dan van een aanbod, of moet ik het dan zien als een soort overheidsopdracht? Gezien het van, kijk, we willen een fietsbib doen en dus vragen wij wie er in aanmerking komt en we vergelijken met elkaar? Of is het dan, ja, of is het in het kader van een reglement en een subsidieregeling? Dus ja, je moet dat wel op een of andere manier verantwoorden, omdat je met die partner in zee gaat of waarom niet? Allee, en dat vroeg ik mij nu. In het begin hadden wij daar geen vragen bij gesteld, maar door de antwoorden. Ja, Schepen. Wel, de fietsbib, dat was een voorstel dus om enerzijds kwalitatieve tweedehands fietsen aan te reiken voor 12-jarigen, tot 12-jarigen liever. Wij zijn daarin meegaan in dat voorstel, in dat project, omdat het eigenlijk heel duidelijk is, die afbakening. En inderdaad, het is beweging.net die dat voorstel doet, daar heeft u gelijk in, maar het staat politiek niet gebonden. Hè. Dat heeft daar geen invloed op. Maar ik antwoord op beide. In verband met uw vraag waarom wij voor dit hebben gekozen, wel omdat zij de partner zijn die dit voorstel aanreikte. Wij geven hier inderdaad 1.000 euro. Het staat ook in het samenwerkingsovereenkomst, dacht ik. Ik zal het er even bij nemen. De begeleidings- en de opvolgingskost is een eenmalig bedrag van 1.000 euro aan de gemeente aangerekend. En dat is dus die kost die wij als 1.000 euro inschrijven. En daarnaast voorzien wij inderdaad 1.000 euro per jaar om, als er herstellingswerken nodig zijn, om die te onder,
ondersteunen. Wij beginnen nu met 30 fietsjes. Dat zou even goed kunnen dat dat binnen dit en een aantal, ja, laat ons hopen, maanden of jaren er meer fietsjes zijn. Zodanig dat wij dat kunnen tegemoetkomen en dat voorzien is in onze meerjarenplanning. Dank u wel. Mevrouw Spinati. Ja, ik zou toch willen vragen om nog eens goed na te denken voordat je dat ter stemming legt. Want je gaat in de problemen komen, wet op de overheidsopdrachten. Ik hoor collega Segers zeggen dat er een andere aanbieder is. Misschien zijn er nog andere. Is er een verantwoording waarom er voor deze organisatie gekozen wordt? Ik denk dat het dossier met haken en ogen naar elkaar... Ik weet nog, die 1000 euro, dat is ook op het college geweest, die 1000 euro per jaar waarom dat we die hebben ingeschreven, is ook omdat we naar onze lokale handelaars zijn gegaan en gezegd van wie wil er hier samen, wie wil er hier meewerken? In het begin is het van die gaan ergens anders met die herstellingen gaan. We zeggen oké, goed, als je bewijs kunt leveren van herstellingen bij de en facturen door herstellingen bij lokale handelaars, zodat ze toch de fietsen gaan herstellen, niet ergens weet ik waar, maar bij Londerzeelse handelaars dat zich zeker opengesteld hebben als ze wisten dat dat ging gebeuren. En daarom hebben we ook elk jaar 1000 euro voorzien en dat ze ook kunnen bewijzen, hier alsjeblieft, we zijn daar voor een instelling gaan. Mevrouw Spinati, nog een laatste keer, dan gaan we het afronden. Ja, dat is helemaal geen antwoord op mijn laatste vraag, hè. Maar blijft wel een feit dat Beweging.net zelf geen vragende partij is voor die 1000 euro extra per jaar. Hè. Ze zeggen zelf, die 1000 euro... eenmalige kost zal dienen voor kleine en grote herstellingen. Dus je hebt mij een antwoord gegeven op een andere vraag, maar dat doet niet ter zake. Mijn vraag die ik nog gesteld heb over de wet op de overheidsopdrachten blijft ook nog gelden. Je gaat dat ergens moeten verantwoorden dat je voor deze organisatie kiest. Ja, ik ga dan nog eens... Allee, men blijkt toch wel wat van slechte wil te zijn, want ik ga dan bal direct terugkaatsen. Het fietspunt. Blue Bike project. Allee, dat is toch allemaal hetzelfde? Dat is een sociaal project. Daar moet je geen openbare aanbesteding voor voorzien. Dat is een sociaal gegeven. Dit draait zuiver en alleen... Dit draait geen winst, hè? Dit is geen winstproject. Het staat er duidelijk in beschreven in de notulen. Het heeft 3 pijlers. 1, sociaal. Hè. 2, het beperken van de ecologische voetafdruk. En 3, het verbeteren van de mobiliteit in uw gemeente. Dat is een zuiver sociaal gegeven. Dat is blijkbaar al geïntegreerd in tal van gemeentes. Het kent zijn kiemen in West-Vlaanderen. En tal van gemeentes stappen daarin mee. Trouwens, ik wil er ook nog even vanaf. Ik heb het even laten betijen, maar u blijft daar maar op hameren. Ik vind het vreemd dat u dat zegt. Het lijkt zelfs dat u mee aan de onderhandelingstafel zat. Die vraag is effectief door hun gesteld geweest, hè. Zij vragen inderdaad een vast bedrag reële opstartkost. En dan vragen ze 1000 euro. In het geheel van een gans jaar vragen zij dat om te kunnen de kosten voor de herstellingen te drukken. Nu denkt u toch niet, als dat een succes zal kennen, en ik hoop het van harte, dat men met die 1000 euro toekomt. Hè? Belangen niet. Maar het is trouwens, die 1000 euro geven we ook niet gratuit. We zeggen heel duidelijk, zoals de schepen heeft aangegeven, er moeten facturen bijgebracht worden van onderdelen die ze nodig hebben om de herstellingen te doen. 1, 2, het moet van Londerzeelse handelaars zijn, fietshandelaars zijn. Dus dat is net zoals bij het fietspunt, was dat ook krak hetzelfde. Dat was het een veel hoger bedrag, dat was het zelfs 5.000-6.000 euro, als ik me niet vergis, op jaarbasis, die dofies bij wijze van subsidie werd gegeven om het gewoonweg draaiende te houden, omdat je daarna natuurlijk, zoals hier bijvoorbeeld, je werkt met vrijwilligers, maar dan moet ook een vrijwilligersverzekering afgesloten worden, enzovoort, enzovoort. En het wordt gratis voor u, of quasi-gratis voor uw bevolking aangeboden. Ja, ja. Allee, wij zijn sociale projecten genegen, deze meerderheid. Meneer, toch nog een laatste keer, en dan denk ik dat we het punt kunnen afronden, want we blijven toch rond dezelfde punten allemaal draaien. Mevrouw de burgemeester, het gaat natuurlijk niet, het is niet omdat je iets wilt of iets genegen zijn, dat je je niet meer moet houden aan de geldende reglementen en wetten. Als je de vergelijking maakt met fietspunt, dat is toen wel degelijk gemotiveerd geweest. En de motivatie daar was, hè, en Veerle weet dat ook, is omdat op dat moment was er inderdaad in eerste instantie samenwerking rond Blue Mobility. Ja, en Blue Mobility is daar de enige aanbieder, want dat was eigendom van de NMBS.
En dat was ook geen andere keuze. Dus, en daar op dat moment kun je als bestuur motiveren waarom dat je die samenwerking aangaat, omdat er geen andere keuze is. In dit geval ben ik daar niet zo zeker van. Dus het gaat er mij niet... Wij zullen, het gaat er mij niet over dat we dat project niet mag komen of niet genegen zijn. Het gaat er gewoon over dat het correct gemotiveerd en verantwoord wordt. Dus ik ga nu al zeggen dat wij waren oorspronkelijk... gingen wij voorstemmen. Wij zijn nog altijd principieel akkoord, maar we gaan ons toch onthouden omdat die juridische motivering voor ons nog niet helemaal duidelijk is. Ik ga dat zelf ook opzoeken en ik zal u gemocht in het verslag zetten. Als wij ons vergissen, als het wel correct is, zullen we dat bij het volgende verslag graag grif toegeven en dat ook zo zeggen. Maar voorlopig gaan we ons onthouden omdat we daar niet 100% zeker zijn dat het op een correcte manier gebeurd is. Ja, meneer Verbrugge. Dank u. Ik zou even willen toevoegen op de opmerking van onze burgemeester. Dus waar dat de fietsbips al geopend zijn en nog geopend zullen worden. Vooral dus in West-Vlaanderen, in Antwerpse Kempen, in de Limburg. Ook openingen ondertussen al gebeurd in Anderlecht, Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Laken. En ook dus dit jaar nog zullen geopend worden in Vlaamse Brabant, in de Reuge Halle-Vilvoorde. Dus vooral Merchtem, Hallen, Aflichem en Ternat. Dus dat is nog mijn beginpunt. Dus in de toekomst zullen er van het jaar en na volgend jaar nog meerdere gemeenten gewoon onder dezelfde noemer, dat het dossier hier in Onderzeel voor ligt, fiets, wips, geopend worden. Dank u wel, meneer Verbrugge. Dan gaan we over naar de stemming. U heeft het een paar keer te horen gehad, mevrouw Sminate. Dus we gaan over naar de stemming. Ja. Ik merk dat collega Verbrugge heel accuraat kan weergeven hoe dat die werking is. Mag ik vragen of dat hij een functie uitoefent binnen de koppel? Nee, dat hier een artikel vast, van meneer Van Doren. Dus we gaan over naar de stemming. Dank u wel. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Dertien voor, negen tegen en twee onthoudingen, denk ik. Ja. Gaan we over naar punt 10 in verband met de intergemeentelijke samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Meissen in verband met het Energie- en Klimaatactieplan. Voor Schepen van Aken. Ja, dank u. Wij hebben op de gemeenteraad in september al goedgekeurd dat wij zullen overgaan om ons te verbinden tot de burgemeesterconvenant. Dat wil zeggen dat wij willen tegen 2030 40% van onze CO2-uitstoot willen verminderen met een klimaatactieplan. Dat klimaatactieplan dat ging opgemaakt worden in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, die voor ons samen mee de metingen zou doen en een aantal workshops met onze duurzaamheidsambtenaar zou organiseren daar rond om dat op te maken en ook naar onze burgers toe te vertalen. Maar er zijn zoveel gemeenten die zich aangemeld hebben dat men nu vraagt om dat toch samen te doen met andere gemeenten. Dat bespaart ons in tijd. Wij kunnen dan vlugger beginnen aan die opstelling van dat actieplan. En daardoor besparen wij ook tegelijk wat centen. Dus we gaan dat samen doen na overleg met de duurzaamheidsambtenaren van de regio, met de gemeente Meissen. En daardoor kunnen wij ook het bedrag dat we hiervoor uitgeven reduceren met 1200 euro. Dus van 6000 naar 4800. Dat staat ingeschreven op klimaatactieplannen. Dus dat kunnen we dan nog zien hoe dat we dat verder dan binnen dat gebied kunnen inzetten. Dus het verandert niets aan de samenwerking zelf of aan het plan zelf, alleen aan het feit, de manier waarop we het gaan opmaken. De klimaatactieplan blijft van onze gemeente alleen, dus het is niet de bedoeling van samen met Meissen dat te gaan samentellen, eigenlijk apart. Meneer Trog? Ik wil gewoon even bevestigen dat dat een logische keuze is, gezien we in de vorige legislatuur al samenwerkt hebben met Meissen rond de... Dus we gaan zuinig maken van al onze openbare gebouwen. Dus op zich is dat een logische verderzetting. We kunnen ons daar wel in vinden. Ja, inderdaad, vooral het gaat om de metingen enzovoort die dat we al samen hebben gedaan. Ja. Dank u wel. Gaan we over naar de stemming? Ja, sorry. Ja, Xander.
Dank u wel, voorzitter. Ik zag u niet zitten. Bedankt voor de toelichting, mevrouw Van Aken. Het is uiteraard van belang dat we als lokaal bestuur een toekomstvisie kunnen ontwikkelen in zaken groene, maar ook betaalbare energie. En in zaken de duurzame maatregelen die onze inwoners zullen moeten nemen om die klimaatverandering, die toch steeds urgenter wordt, met z'n allen tegen te gaan. En het is ook goed dat we daarin als gemeente ambassadeurs zoeken en bondgenoten, dus in deze de gemeente Meissen. Maar is er bijvoorbeeld ook overleg geweest met de gemeente Merchtem om toe te treden in deze intergemeentelijke samenwerking, omdat die qua inwonersaantal bijvoorbeeld wel aanleunt bij de twee gemeenten waarvan sprake is? Ja, dat is een eerste vraag. En een tweede vraag is dan die reductiekost van 1200 euro naar 4800 euro. Zijn er nog bijkomende kosten geraamd voor die extra planlast en personeelslast die daarbij komt kijken? De eerste vraag. Wij hebben inderdaad met verschillende gemeenten overlegd om samen te werken. Merchtem zal met andere gemeenten samenwerken. Dus de meest logische keuze was Meissen. Dat is met de duurzaamheidsambtenaren gebeurd. Daar was nog de gemeente Lennik die heel graag met ons wil samenwerken. Maar wat wij zelf gezegd hebben, wij hebben te weinig van grootte ook. Ze waren zij iets groter en hadden zij ook andere bekommernissen. Dus daardoor hebben wij toch bewust met Meissen dan samengewerkt, maar met andere gemeenten ook wel overlegd om te kijken of die banden er waren. Maar hier was de interesse het grootst. Wij hebben in onze budgetten natuurlijk ook wel de budgetten ingevuld om daar acties effectief van uit te voeren natuurlijk. Als dat de vraag is, ja. Dus er staat... Die 6.000 euro staat eigenlijk ook elk jaar, maar dient ook om acties uit te voeren. Dus als we nu die 1200 euro niet uitgeven aan de opmaak van het plan, daarbinnen zit het organiseren van workshops met de ambtenaren, met verschillende duurzaamheidsambtenaren, rond de thema's. Dat zijn de risicoanalyses bepalen van de gemeente, van waar zitten de stressfactoren, zoals men dat noemt, waar gaan we in de toekomst mee te maken hebben met de problemen, hoe kunnen we die voor zijn, welke acties kunnen gemeenten en burgers ondernemen om daar mee om te gaan. En daar uiteindelijk zijn die dingen al ingerekend. De kost van de ambtenaar is daarin al ingerekend natuurlijk. Dank u wel. Kunnen we over naar de stemming? Ja. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? 16 voor... iemand niet gestemd. Iemand te laat? Kunnen we zien wie? Ik denk dat hij nu mag. Ik kan nog tot. Ah ja, nu is het in orde. Ja. Dus dan zitten we op 17 voor en... Wat is het dan? Rap gerekend. 7 tegen, ja. Onthoudingen. Onthoudingen, sorry. Ja, 7 onthoudingen. Gaan we over naar punt 11 op de agenda. In verband met de goedkeuring van de ontwerpakte van de verkoop van de landbouwgronden gelegen te Stuikberg. Ja, dat gaat over ons patrimonium, dus daar zal ik ook iets meer over vertellen. Want de verkoop dat is hetzelfde als degene die eigenlijk al in januari 2018 werd in gang gezet. Ondertussen zijn de pachters die voorkooprecht hadden dan toch overeengekomen hoe dat ze dat zullen aanpakken. En zijn er 3 pachters die het gaan kopen, werden die akten opgemaakt door de notaris. En komen wij aan het bedrag dat daarvoor geraamd was. Dus kunnen wij dat op die manier dan goedkeuren. Dan gaan we over naar de stemming. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Algeheelheid van stemmen. Punt 12 en 13 op de agenda zijn B-punten. Dus we kunnen die allemaal samen aanvaarden in één keer, denk ik. Ja, dus bij deze in orde. Dan is de oorspronkelijke agenda van de gemeenteraad afgerond. Dan gaan we over naar de bijkomende agenda. Het eerste dat daarop staat is een agendapunt aangebracht door de N-VA-fractie, door Koen Moeiersons, in verband met de verfraaiing van de nutskasten. Ja, dank u wel, voorzitter.
Beste collega's, dit punt is niet nieuw. Hè. Het verfraaien van die lelijke, saaie en soms zelfs echt heel lelijke nutskasten stond ook in september al op de agenda. Er werd toen ons gevraagd om dat terug te trekken, met de belofte dat het zeker werd zou bekeken worden. En er werd ook zeer duidelijk gezegd dat de meerderheid principieel akkoord zou gaan. Nu, we zijn een half jaar verder en we hebben er eigenlijk niks meer van gehoord. We hebben nog één keer op de gemeenteraad nog een keer een stand van zaken gevraagd. Dat is ook een beetje afgewimpeld toen. Nu, als we naar andere gemeenten gaan kijken, andere gemeenten en steden, waar dat ook op de agenda heeft gestaan, dan zien we dat er tussen de bespreking op de gemeenteraad en de uiteindelijke uitvoering, daar zit soms slechts enkele weken tussen. Waarom kan dat hier in Londen niet? Wat is er fout aan het lopen? En daarom zouden wij dit punt toch nog en nu echt wel effectief ter stemming willen voorleggen op deze gemeenteraad. Dank u wel. Dank u wel, Koen. Mevrouw Moens. U zou ondertussen moeten weten, collega Moersons, dat wij als er een zaak voorligt, wat het ook mogen wezen, of dat we er nu direct in meegaan of niet in meegaan, dat we de dingen altijd ernstig willen onderzoeken en iets op een paar weken, zoals u dat zegt, afhaspelen. Ik denk niet dat dat een daad is van goed bestuur. Nu, even recapituleren. Jullie hebben dat op de gemeenteraad van september van vorig jaar inderdaad aangebracht, de eerste keer. Wij hebben toen gezegd, voor alle duidelijkheid, dat we het principe aan zich, zonder in detail te treden over hoe en wat, genegen zijn en dat we bereid zijn van dat verder te onderzoeken. We hebben niet gezegd dat we daar principieel al mee akkoord zijn. We hebben gezegd, juist om die reden, dat we dit niet gingen stemmen. We hebben dat toen ook niet gestemd. En dat we dat gingen, dat ik dat door ging geven aan de diensten, diensten openbare werken, en dat we met die cijfers en die gegevens zouden terugkoppelen. Guy de Bond heeft dat effectief ook gedaan. U weet ook wel dat we in de loop van de maanden, vooral september, oktober en november, op een hoogtepunt hebben gezeten voor het afwerken van ons meerjarenplan. Dus ik moet ook wel aangeven dat we op dat moment wel wat andere katten nog te geeselen hadden, maar ondertussen heeft Guy wel degelijk zijn opzoekingswerk gedaan. Ik heb dat ook aangegeven trouwens, de laatste keer dat daarover geïnformeerd is geweest. Ik heb hier de voorwaarden, dat is een gans pakket, bij die Fluvius ons heeft toegestuurd, naar aanleiding, of ik denk, vragen die ze daarover al gehad hebben in andere gemeentes, die dat dus inderdaad al hebben uitgevoerd. Ik heb wel eens bekeken. Dat is wel niet min. Hè. Dus je moet ook zien, dat gaat zelfs verder van, dat gaat zelfs zo ver dat men zegt, hè, dat wat je ook gebruikt om te bestikken of wat dan ook, dat dat moet toelaten dat die kasten ten allen tijde open kunnen, dat er eventueel verluchtingsplaatsen worden voorzien, dat die ook worden vrijgehouden enzovoort. Enzovoort. Enfin, ik wil maar zeggen dat dat wel wat moet worden opgevolgd zodra dat er voor iets of wat wordt gekozen. Dat terzijde. Nu, de hoeveelheid. Guy zei mij dat we daar het vaste aantal nog niet van hebben. Hij geeft mij hier aan, als men alle kasten op het grondgebied van Londerzeel wenst te verfraaien, dan zullen er dat zeker enkele honderden zijn. Dus het zijn er wel heel veel. Nu goed, alle gekheid op een stokje. Wij hebben, en het meerjarenplan, dat heb ik hier in de gemeenteraad van december meer dan uitvoerig toegelicht. U weet dat zeer goed, dat wij in een financieel zeer precaire situatie zitten. Dat wij uiteraard onze middelen op de best mogelijke manier hebben ingezet. En dat er heel wat prioriteiten zijn, nog andere dan de keuze om nutskasten te bestikkeren, wat ons uiteraard geld kost. Maar, en ik pak mijn bocht, ik ben toch nog eens gaan googlen en ik heb gezien, jullie halen dat ook halvelings aan, maar jullie zoomen daar niet op in. En dat is eigenlijk ons voorstel vanuit de meerderheid. In Brussel bijvoorbeeld heeft men ervoor gekozen om daar een wedstrijd op los te laten. En daar eigenlijk kunstenaars, die neem ik aan, worden gekozen door de gemeente of door de stad in dat geval, worden gekozen door de overheid. En die dan de kans krijgen om daar mooie prenten op te schilderen of wat dan ook. Om maar te zeggen, ik kan erin meegaan, of wij kunnen erin meegaan, in zoverre het volledig budget neutraal is. En dat blijkt nog niet volledig uit jullie voorstel van beslissing. Als jullie bereid zijn, of als jullie hier ter zitting aangeven, dat dat voor jullie oké is op die manier, dat het dus een budgetneutrale operatie is, want daar zijn geen middelen voor, dan willen wij het gerust meestemmen. Dan is het voor ons oké. Dus... Ja, dank u wel, burgemeester. Nu, ik heb even de voorbereiding van september erbij genomen... Ik ga het gewoon even voorlezen, hè, want eigenlijk hebben we al
We hebben dat de vorige keer ook gezegd trouwens. Overal waar men langs Vlaamse wegen komt, komt men grijze elektriciteits- en nuskasten tegen. Ze zorgen voor visuele vervuiling in ons dorpen. Dit punt is niet nieuw. Verschillende gemeenten namen al beslissing om deze kasten aan te kleden. Onder andere in Zemst en Aalst gebruiken ze oude foto's om de locatie van de kast, waar dus die staat. In Essen en Sint-Niklaas hebben ze de jeugd losgelaten op de kasten. En in onder andere Schoot en Edegem hebben ze een wedstrijd uitgeschreven naar lokale kunstenaars en mocht de buurt zelf beslissen wat er op de kast kwam. Dus ik zeg, we hoeven het warm water niet uit te vinden. Londerzeel hebben ook een heel pak lelijke grijze kasten. Dus ik wou gewoon maar zeggen, dus effectief, dat van de kunstenaars en zo allemaal, dat hebben we in september ook al gezegd. Dus daar kunnen wij zeker absoluut mee akkoord gaan. Dus dan mag de algemeen directeur noteren, dat het duidelijk is wat we beslissen, hè, dat er niet wordt vermeld dat we gaan voor de bestikkering, want dat kost ons centen, maar dat we gaan voor een kunstproject waarbij dat we, hoe dat we het dan ook juist doen, dat zien we dan nog wel, aan de hand van een wedstrijd of wat dan ook, maar dat het budgetneutraal is, dat er verfraaid wordt, oké? Okay? Dat er verfraaid wordt. Budgetneutraal, ja. Ja, dat gaat er is geen... Ja, of nee. Ja. Of als budgetneutraal, is, dan stemmen we mee. Ja. Nee. Een budgetneutraal project waarbij dat we kunstenaars de kans geven om hun stempel of hun handtekening bij wijze van spreken te zetten. En dat het de gemeente het faciliteert, maar het de gemeente niets kost. Dat is heel duidelijk. Akkoord? Ja, maar dat is het project. Dat is een wedstrijd, dat is een keuze om mensen de kans te geven in de picture te staan. Het is nu toch niet zo moeilijk. Is het akkoord of niet akkoord? Als het niet akkoord is. U mag, meneer Moeijersons, u mag kiezen hoe u het punt aanbrengt. Hè. Wacht, mag ik dan toch 5 minuten schorsen? Dan wil ik even met mijn dingen bespreken. Dank u wel. We wouden hier niet mee aan amendement komen en zeggen van... we wouden niet eigenlijk eens... Eenvoudig al. Jullie geven aan van... We willen jullie met ons eens meewerken? We willen meewerken, dus denk toch even aan dat, voordat je gaat schorsen. Dat je weet wat de bedoeling is van dit. Voor we schorsen? Ja, zeg maar. Het kan misschien, ik ga zeggen, het is van de potgroep, maar personeelskost. Ja, maar nee, maar ik bedoel, als je daar, dat, zelfs als al uw kunstenaars dat gratis doen in eigen materialen, je hebt wel een personeelslid nodig die daar toezicht op houdt, die dat organiseert, die daar... Daar zijn we ons van bewust, hè, Tom. Uiteraard is wat ik hier zeg, dat zal uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid zijn. Die eisen van Fluvius, dat gaan wij moeten in doog houden. Dat weet ik. Uitschrijven van die wedstrijd, daar zijn we nog toe bereid. Maar dat we geen middelen moeten gebruiken om het te verfraaien. Ja, maar budgetair, ja, budgetneutraal, vaak heb je het wel toegelicht, qua materiaal. Ja. Want nu hebben ze ook al werk ingestoken door alles op te zoeken. Dus we zijn er eigenlijk al voorbij, budgetneutraal, qua personeel. Wenst u nog te schorsen, meneer Moeijersons? Is er akkoord? Of dan kunnen we... Ja, oké, we gaan het meestemmen. Okay. Dus geen bestikkering door kunstenaars gerealiseerd en budgetneutraal qua materiaal. Ja. Geen bestikkering als die... Als ze neutraal is, mag het, hè? Ja. Als die kunstenaars een sticker betaalt? Ja, de bedoeling is geen materiaal te betalen door ons, budgetneutraal. Dat is genoeg. En ja, uiteraard faciliteren door de gemeente. Ja. Oké, okay. Kunnen we overgaan naar de stemming van dit punt, zoals het de rest aangepast is? Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Algeheelheid van stemmen. Gaan we over naar punt 2 op de bijkomende agenda van ook de N-VA-fractie, aangebracht door de heer Koen van Hoof, in verband met het audioverslag op de website. Dank u, meneer de voorzitter. Ik heb in het verleden nogal eens een poging gedaan om de transparantie die gepredikt wordt en die trouwens nu ook in het meerjarenplan staat en in het bestuursakkoord, om dat effectief ook tot uiting te laten komen voor het verslag van deze gemeenteraad. Want de discussies die wij voeren zijn dikwijls geanimeerd. We gaan ook heel vaak, gelukkig over heel veel inhoud. Maar dat wordt nooit opgenomen in het verslag dat toegankelijk is voor iedereen. Dus het enige verslag dat toegankelijk is voor de burger, is het besluitenverslag als de burger het al kan vinden. Dus op de website staan enkel de verslagen tot 2018. Vanaf 2019, vanaf deze coalitie, is er geen enkel verslag onmiddellijk vindbaar op de site. Je moet al een paar keer doorklikken. Ik heb vorige week nog een vraag gekregen van iemand. Ik vind het absoluut niet. Dus qua transparantie over de gemeenteraad
zou toch een stuk beter kunnen. We hebben al een voorstel gedaan vorig jaar in verband met een audiovisuele opname en livestreaming. Dat was absoluut niet budgetneutraal, daar ben ik me ook bewust van. Nu, er wordt wel een audioopname gemaakt en die is ook beschikbaar, maar enkel op vraag van gemeenteraadsleden. Die is niet beschikbaar voor de burger. Het staat zo in OSL Reglement artikel 45, dacht ik. Enkel op vraag van gemeenteraadsleden. Ik weet niet hoe dat in de praktijk gaat, maar alleszins dat staat in het OSL Reglement. Nu is ons voorstel om ook budgetneutraal het audioverslag te plaatsen met een link op de website van de gemeente. Op een vindbare plaats, eventueel aangevuld met een klein lijstje, met een agenda erbij van waar in de tijdslijn de punten zich bevinden. Ik ben even mijn punt kwijt, omdat hier... voilà. Dus ja, eigenlijk is het enige voorstel dat we ter stemming willen voorleggen dat het auditieve zittingsverslag, het echte zittingsverslag en geen besloten verslag, wordt geplaatst op de website van onderzeel.be. Dank u wel, Koen. Burgemeester? Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Van Hoof, ik... zou het toch wel op prijs stellen mocht de zaken gezegd worden zoals ze zijn. Zoals het u nu beschrijft, wordt er aangegeven dat wij niet de mogelijkheid geven om het audioverslag te consulteren. Laat staan ook niet aan de burger die geïnteresseerd is. En dat het iedereen quasi volledig onmogelijk wordt gemaakt om kennis te nemen van wat er gezegd wordt op de gemeenteraad. Dat is absoluut niet zo. Dat is nu al de, ik weet niet meer de hoeveelste keer, maar toch al de meest gestelde vraag, denk ik, hierover op de gemeenteraad. En ook telkens toegelicht geweest. Wij beschikken over een audioverslag. Er zijn zelfs al burgers geweest, weet ik, in het afgelopen jaar, 2019, die zeiden, ja, ik wil graag weten wat daar exact is gezegd geweest over dat punt. Wel, daar heeft onze algemeen directeur perfect voor gezorgd om dat te knippen uit het verslag en dat ter beschikking te stellen, te laten beluisteren door de burger in kwestie. Qua transparantie, wij volgen de regels zoals ze zijn, zoals het decreet lokaal bestuur het ook voorschrijft. Wij maken notulen, verslag van de gemeenteraad, zoals de wet ons dat stelt en zoals wij dat ook moeten doen. In alle duidelijkheid kan de burger kennis nemen en het is zeker niet zo dat wij verstoppertjes spelen op onze website, wel in tegendeel. Je vindt gemakkelijk uw weg naar het verslag en naar de notulen. Wij geven duidelijk aan wat het voorstel van beslissing is, wat er beslist wordt of wat er beslist is geweest. Dus dat is allemaal heel duidelijk. Wij kunnen op dit moment aan uw vraag gewoonweg niet tegemoetkomen. De audiobestanden, of het audiobestand zoals dat dan nu bestaat, is groter dan, dacht ik, 400 megabyte. Terwijl dat er maar 16 megabyte kan gebruikt worden volgens het CMS-systeem om het te kunnen plaatsen op onze website. Dus puur technisch gezien kan dat gewoonweg niet. Maar u haalt het ook juist aan. Wij hebben daar inderdaad, wij zijn daarmee bezig om verder te evolueren. We hebben daar inderdaad ook budgetten voor voorzien. Maar ik zie niet in waarom wij ons daarover zouden moeten laten opjagen. Ik heb het volste vertrouwen in onze dienst IT, dat daar het nodige voor zal doen om daar verder uitvoering aan te geven en te bekijken wat kan, wat niet kan, wat mogelijk is enzovoort. Dus wij hebben er geen sympathie voor om dit punt nu met jullie mee te stemmen. We gaan dat ook niet doen. Om de reden, zoals ik nu zeg, wij kunnen hic et nunc daar niet aan tegemoetkomen. Er is transparantie, er is duidelijkheid. Diegenen die willen, willen consulteren, kunnen dat. En de vraag die u nu praktisch gezien stelt, kan gewoonweg niet. Dus wij kunnen daar niet in meegaan. Dank u wel, burgemeester. Koen? Ja, ik wil even terugkomen op dat artikel 45. Dat is effectief. Dat is jullie reglement. Het zittingsverslag kan op vraag van een gemeenteraadslid ter beschikking gesteld worden. Hiertoe dient gemeenteraadslid een verzoek te richten via e-mailadres directeur.
Dus ja, dat is enkel op vraag van een gemeenteraadslid. Maar dat wordt overroeld door de algemene regel van openbaarheid van bestuur. Dat is een vorm van openbaarheid van bestuur. Moeten wij niet elke openbaarheid die er geldt voor een burger op papier zetten, omdat dat nu eenmaal de wet is, omdat dat de regel is? Dus de burger of de burgers die daar komen naar vragen, krijgen daar toegang toe. Dus ik ga even verder nog, want ik was nog aan het woord, dacht ik. Nu, het zit achter zoveel klikken. Je komt in een heel andere omgeving terecht. Het is absoluut niet duidelijk om je verslag te gaan raadplegen als burger dat zich gewoon een keer interesseert. Dat zit achter 5, 6 muisklikken, achter nog een pop-up. Het is echt niet zo transparant om daar te geraken. Dus ik vind het heel bizar dat u zegt dat dat heel transparant is, maar het is gewoon zo niet. Het is heel moeilijk om daar te geraken. En dan had ik dan nog een bijkomend vraagje. U zegt van dat er stappen ondernomen al zijn. Maar welke stappen en in welke richting gaan die stappen dan? Gaat dat naar een audioverslag? Er zijn bepaalde budgetten voorzien. U hebt het zelf aangehaald. Er zijn budgetten voorzien op niveau van IT. Hoe gaan wij dat bekijken? Is er helemaal nog niks aangehaald. We zijn nu januari. De budgetten zijn gestemd in december. Dat is er nog niet. We gaan dat rustig bekijken. Wat kan, wat niet kan, hoe we wat kunnen doen. We gaan dat bekijken. En ik kan u daar... We zullen u, zodra dat er een dossier is, zullen wij dat zeker en vast op de agenda van de gemeenteraad zetten of vooraf op de commissie, evident. Dank u wel. Mevrouw Spinati. Ja, dank u wel, mevrouw de burgemeester. In afwachting van de stappen die u zal ondernemen, denk ik toch dat het belangrijk is dat jullie het eigen huishoudelijk reglement naleven. En als we... ook in artikel 45 gaan lezen, dan zien we dat het zittingsverslag een weergave moet zijn van de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Is dat zo? Is dat zo? Nee. 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 In die verslagen staat enkel wie wat gestemd heeft. Daar staat niet in wat wij hier gezegd hebben. Dus ik denk dat dat inderdaad toch nog zou moeten aangepast worden op de website. Mevrouw Spinati, zoals het in het reglement staat, klopt het dus eigenlijk wel, want het zittingsverslag is het audioverslag en het notulenverslag is het papieren verslag dat u achteraf krijgt. Jawel. Zo is het. Zo is het nogthans juist. Dus we kunnen overgaan naar de stemming van jullie punt. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd? Elf voor en 13 tegen. Dan komen we aan bij de vragen. De eerste vraag is ingediend door de Pro-1840-fractie namens Tom Troch in verband met sluikstorten op het terrein van Marie Planchet. Ons allen bekend, bijna. Ja. Maar. Voor de mensen die al iets langer meegaan in deze gemeenteraad, is dat geen onbekend fenomeen. Daar is in het verleden heel vaak de burgemeester... Ook de mensen die toen aanwezig waren als journalist zullen zich dat herinneren. Er is heel vaak geïnterpelleerd geweest vroeger over dat stort. Dan is dat een tijd beter geweest. Nu, ik ben er niet meer geweest sinds vorige week donderdag. Dus als het intussen opgeruimd is, dan tik ik mijn woorden terug. Maar ik vermoed van niet. Dus de vraag is heel simpel. Wat gaat daar tegen gebeuren om daar zorgen dat dat terug verdwijnt? Het is inderdaad door ons ook opgemerkt. Ik heb het even moeten zoeken, Marie Planchet. Ik heb het aan de senioren gevraagd. Nee, maar het gaat er duidelijk bij gezet. En ik herkende het ook direct op het moment dat je de plek omschreef, wist ik ook direct dat ik er al een paar keer voorbij geweest was, dat het heel duidelijk was. Onze milieuambtenaar heeft dat ook gezien en vastgesteld. En stond er een breekmachine dat er ervoor in die stond, waardoor dat de steengruis kan gebroken worden, wat zelfs meldingsplichtig, of daar moet zelfs een vergunning voor aangevraagd worden, volgens de Vlaarenwetgeving. Dus vandaar, die eigenaar heeft vorige week nog een brief gekregen dat hij het terrein moet in orde brengen. Binnen de maand, dus aan het einde van deze maand, moeten wij hem terug aanspreken, want dan hebben wij hem beloofd dat er sancties zullen volgen
als het terrein niet opgeruimd is. Dat staat daar ook in beschreven volgens het materialendecreet, volgens de Vlaarenwetgeving. En zullen we dat opvolgen en dan zullen er zeker andere sancties komen. Dank u wel, Scheper. Dat was voldoende, meneer Toch. Een kleine aanvulling. Is dat enkel dus het terrein Marie Planchet of ook de overkant van de straat? Want daar ligt ook bezoek. Ja, erg, het is nu enkel op terrein Marie Planchet dat er opgetreden is, omdat het daar echt wel werkzaamheden gebeuren. Hè. Dus de overkant hebben we ook gezien dat er regelmatig inderdaad gestort wordt. Wij zijn aan het kijken naar en dat zal ook op een volgende vraag nog een antwoord zijn, met de zwerfvuilproblematiek die we tegenwoordig altijd maar meer meemaken, zijn we ook aan het kijken hoe we daar kunnen strenger mee omgaan. Want het is moeilijk om altijd om de juiste middelen te vinden om daartegen op te treden. Dank u wel voor, voor de vragen en antwoorden. Komen we aan bij de vraag 4 van de N-VA-fractie van Koen van Hoof uit in verband met de digitale infoborden. Ja, dank u wel. Vorig jaar is er een breitboord of door breitboord een informatiebord geplaatst. Effectief in aankoop van de gemeente. De gemeente beslist dan ook wat daarop te zien is. Daar is een heel reglement rond opgesteld. Nu bekijken jullie helemaal terecht natuurlijk om dat nog uit te breiden. Maar omdat die kostprijs toch wel vrij hoog ligt, denken jullie erover na? Is er zelfs al een beslissing genomen om dat op een commerciële manier te laten uitbaten? Nu is mijn vraag daarover, als daar een commerciële uitbating gebeurt van die borden, dus zijnde dat de gemeente daar een aantal berichten kan opplaatsen, een beperkt aantal berichten, en dat dan handelaars daar ruimte kunnen op kopen, is daar overleg gebeurd met de lokale handelaars daaromtrend, met de dienst lokale economie, en wat is daar het verdict van? Dank u wel. Ja, Koen, dank u voor uw vraag. Nu, ik vind uw vraag wel een beetje merkwaardig, want nu zegt de, is er al overleg gepleegd. Wij hebben inderdaad een gepland overleg op 4 februari, dat is volgende week. Dus mijn twee dames van economie heeft een uitnodiging gestuurd, zowel naar OGL als naar Unizo. Daar zijn daar x aantal en zeer veel zelfs agendapunten opgezet, waarvan dat onder andere één punt is. Ik stel mij wel een beetje de vraag van waar u die informatie haalt, dat dat dan nu inderdaad voorzien is op het overleg van economie, maar zwart. U stelde inderdaad in de vraag van wat is nu het verwachte resultaat van dit overleg? Dat is nogal een eigenaardige vraag. Dat overleg moet nog plaats hebben volgende week. Ik kan natuurlijk moeilijk vooruitlopen op dat overleg en zeggen wat dat dan het verwachte resultaat gaat zijn van dit overleg. Dus ik versta uw vraag niet goed. Het is eigenlijk in het opzicht dat er volgens mij nooit zoveel reclameruimte kan verkocht worden met alleen Londerzeelse handelaars. En ik veronderstel dat een lokale elektrozaak het niet zo leuk vindt als daar in het groot op alle borden reclame staat van Mediamarkt, van de Borre en aanverwanten van buiten de gemeente. Daar gaat eigenlijk mijn vraag over. Koen, en daar zal dat overleg over gaan. Hè? Allee, ik bedoel... Ik moet daar toch niet op vooruitlopen nu. Maar de beslissing is al wel genomen, zie ik. Nee, die beslissing is niet genomen. Wij hebben zelfs met Brightboard een vergadering op 10 februari. Dat is dus binnen 14 dagen. Dus, ja. Ik ga eerst in overleg met de handelaars. Ja. Gesteld zelfs, ja, het verwachte resultaat van dat overleg. Ja, ik kan daar niet op vooruitlopen. Dus. Hopelijk gunstig. Ja, ja. Positief hoop ik, ja. Dus het antwoord, dan komt dan wel terug naar ons, ja. Hoop ik. Dat kan toch niet op vooruitlopen? Alles op zijn tijd, toch? Ja? Meneer Toch, nog een aanvulling? Mag ik een bijkomende vraag stellen? Maar als ik het dan wel goed begrepen heb, Schepen, opteren jullie wel voor, los van het resultaat van het overleg, jullie opteren er wel voor om een commerciële, of dat is toch een optie, om een commerciële uitbating te doen van zo'n... ik stel dan maar de vraag, omdat... ik daar principieel tegen ben dat je vanuit de gemeente gaat reclame organiseren, maar zwart, daarom, daar wil ik gewoon even... Dat is wel een optie. Tom, allez, je weet dat ik daar natuurlijk allang, dat weet je, van de vorige legislatuur, dat ik daar allang inderdaad een liefhebber van ben. Hè.
Dat is toen ook geprobeerd, ook in overleg. Er is gezegd, zo'n digitaal infobord kost zeer veel centen. Wij weten dat Brightboard al jaren een gratis bord inderdaad wil aanbieden. En wij gaan nog een keer die opties herbekijken. Ja. Dank u wel, meneer Troch. Dan gaan we over naar vraag 5, aan het 5 punt op de bijkomende agenda. Een vraag van van mevrouw Verhulst. In verband met de aankoop die gedaan is voor de centrumschool. Dank u wel, voorzitter. Ik verwijs hiervoor naar het collegeverslag van 23 december laatstleden. Het betreft dus de aankoop van een koelkast met een glazen deur voor de centrumschool. En volgens het verslag van het college werden er 3 prijsopvragingen gedaan en wel bij de cooling outlet in Alkmaar, Nederland, de horecacooling in Contig en bol.com in Utrecht. De bestelling werd dan op basis van de ingediende offerte geplaatst bij de cooling outlet in Alkmaar in Nederland. En dat is voor een bedrag geweest van €565. Dus mijn vraag is nu, werden ook de lokale handelaars hiervoor bevraagd voor die aankoop? Ja, Gerda, jij weet inderdaad dat wij dat, allez, ook vorige legislatuur, dat wij daar altijd zeer waakzaam op zijn en waren. Nu, allez, heel die, dat zullen we ook gezien hebben, heel die dat college van 23 december stond vol aankopen. Dat was in één keer het idee van, ja, wij naderen 1 januari, ons budget is er, ons budget moet op, dus wij moeten een aantal aankopen doen. Je zult dan ook gezien hebben, ik heb het speciaal gaan nakijken, daar zijn x aantal aankopen gedaan, waaronder bijvoorbeeld een gereedschapskoffer voor de Gitil. Daar is prijs gevraagd aan een aantal firma's, ook Altools van Londerzeel. Ja. Daar is voor een vak chemie in de Gitil een veilige en robuuste waterkoker, prijs gevraagd. Wat ik dan nog frappant vind, daar is prijs gevraagd aan de dekker, expert Londerzeel, Sarus Londerzeel, hebben geen prijs ingediend, hebben geen offerte ingediend. Dus als men dat dan vraagt, ja, dat ze dan de prijs indienen. Ja? Dan is er een wasmachine gevraagd voor de onderhoudsploeg, ook van de Gitil, voor de stofjassen werkkledij van leerkrachten. 7 offertes, waaronder ook een offerte van de dekker. En waar inderdaad de dekker-expert voor de prijs van €649 een wasmachine heeft mogen leveren. En dan om op uw punt te komen. Dat was specifiek een speciale horecafrigo. Dat was een frigo met een glazen wand die niet bij de dekker kon aangekocht worden. Ik heb dat nu nog eens bevraagd aan school. Ze hebben de site van de dekker onder andere nagekeken. Bij Sarus kun je zoiets niet kopen. Dus dat is een speciale grote koelkast, een frigo met een glazen deur, die nergens anders aangeboden werd in Londerzeel. Ik heb daar toch een bemerking over. Ten eerste, dat gaat over investeringen. Dat geld moet niet op. Investeringen kunt je overdragen naar het volgende jaar. Ik zeg alleen dat die diensten zich hebben willen haasten op dat moment. Maar dat zou toch een automatische reflex moeten zijn van elke dienst om te vragen bij de lokale winkelier, de lokale handelaar. We hebben daar, zoals je terecht zegt, vorige legislatuur daar echt energie en tijd in gestoken om ze die mentaliteit aan te leren. Anderzijds heb ik wel weet van een ondernemer in Londerzeel die best wel horecamateriaal aanbiedt, dus ook zo een koelkast. Misschien is hij veel duurder en prijst hij zich uit de markt, maar de vraag moet gesteld worden. Want dat is toch winkelieren, hè? Dat is toch de term waar we allemaal zo trots op zijn, hè? Maar de vraag moet tenminste gesteld worden. Want elke winkelier en ondernemer hier, die betaalt wel zijn belastingen, zijn taksen. Die helpt dat dorp hier wat bloeiend te houden. Die zet zijn deuren open voor sponsoring van clubs, verenigingen en ook van de gemeente voor gemeentelijke initiatieven. En dan komt zo'n bitter pil wel hard aan. Dat getuigt toch van weinig respect voor lokaal ondernemingschap. Ik vind dat je daar echt als een havik op al die dossiers moet zitten van tenminste 3 offertes en tenminste daar de lokale ondernemer bij te betrekken. U weet, ik ben zelf een ondernemer. Ik heb al 3 verschillende bedrijfstakken in ondernemingschap gezeten. Daar wordt met argusogen op gekeken. De vraag moet gesteld worden.
Ook al antwoorden ze niet, want Sarah antwoordt misschien niet op een wafelijzer en een strijkijzer, maar zal misschien wel antwoorden op een wasmachine. Gerda, je moet mij daar niet van overtuigen. Allee, de vorige legislatuur, en ik ben ook een dochter van een warme bakker. Ik ben ook een ondernemer. Ik zie daar zeker op toe. Maar het moet in de mate van het mogelijke zijn. En daarom heb ik al de rest inderdaad opgesomd. Daar waar het mogelijk is, doen wij dit zeker en vast. Even iets zeggen. U moet zich niet laten opjutten dat er in één keer een frigo moet komen. Hè? Dat weet men wel langer dan vandaag. Hè? Dat is ook een beetje bekijken hoe dat het rijlt en zeilt. Ja. Het is misschien niet belangrijk. Ja. Ik vond dat wel een belangrijk punt. Ja, dat is waar. We steunen zeker onze lokale handelaars. Vraag 6 van de N-VA-fractie in verband met de afvalproductie van onze Londerzeilse inwoners en van onszelf door de heer Bogaert. Ja, voorzitter. Dus vorig jaar produceerde elke inwoner van Londerzeil 156 kilogram restafval gemiddeld. Tegen 2022, dan moet dat zakken naar 122 kilogram per inwoner. En mijn vraag is, welk initiatief gaat onze gemeente nemen om ons gemiddelde met 34 kilogram per inwoner te laten zakken? Inderdaad, dat is een zeer goede vraag. We hebben die opdracht gekregen en bekeken natuurlijk. 34 kilogram minder. En de bedoeling is enerzijds natuurlijk om minder afval, dat mensen minder afval kopen en minder afval in hun afvalzak steken. En anderzijds dat er ook meer kan gerecycleerd worden van het afval dat in die restafvalzak komt. En daarom zijn er verschillende manieren waar wij op werken om de afval terug te dringen. Eerst de sensibilisering rond het gebruik van plastic. Daar is men nu volop mee bezig, omdat dat ook van hogere overheden natuurlijk komt. Maar ook het plastic dat kan gerecycleerd worden, de PMD-pluszak, die komt er ook voor ons aan, wat ook wel dat restafval, die restafvalzak ook wel zal serieus gaan verlichten. Spijtig genoeg voor ons nog een klein jaar wachten. Het zal maar vanaf 1 januari 2021 zijn. Wij zijn daarin afhankelijk van de aanbestedingen die Incovo daarbinnen gedaan heeft. En daarnaast hebben wij ook voor onze verenigingen naar herbruikbare bekers gezocht voor de jeugdverenigingen en bieden verschillende organisaties al aan om die ook te ontlenen. Maar de getallen waarvan men spreekt gaan dus over de restafvalzak en daarin heeft Incovo met steekproeven vastgesteld dat er te veel GFT in zit en dat dat eigenlijk ook dat gewicht uitmaakt. GFT kan natuurlijk ook gecomposteerd worden en dat is ook de bedoeling van dat eruit te houden. Dat wit zakje, dat is voor sommige mensen is dat blijkbaar ook niet zo handig in gebruik. Daarom is men daar ook naar op zoek geweest, naar andere mogelijkheden om dat te vergemakkelijken. Wij zetten natuurlijk in op onze compostmeesters. Maar in de toekomst gaat er ook nog meer gewerkt worden naar dat GFT, om dat eruit te krijgen. En men weet dan ook dat die restafvalzak, dat gewicht serieus zal verminderen als dat plastic eruit is, als die GFT eruit is. En anderzijds mensen sensibiliseren naar minder afval. We zijn bijvoorbeeld met Incovo, Interza en de OVAM een project gestart rond alles uit de kast, waarin dat we mensen ook duidelijk maken van al het afval dat nog in hun kasten zit, dat kan gewoon gerecycleerd worden of hergebruikt worden, een nieuwe toekomst kan gegeven worden. En daarom willen we er ook voor zorgen dat containerpark niet duurder wordt, toegankelijker nog blijft. Want zoals ik al zei, ook de problematiek van het sluikstorten moeten we proberen voor te zijn als we mensen willen doen stoppen met afval, minder afval in die afvalzak willen krijgen, moeten we dat afval natuurlijk ook op de juiste plaats krijgen. Dus verminderen en rond onze glasbollen bijvoorbeeld en dat sluikstorten proberen zoveel mogelijk tegen te gaan. Elke maand zetten wij ook heel wat tips in de giel voor minder afval. En onze duurzaamheidsambtenaar is daar ook mee bezig om daar ook meer workshops rond te organiseren. En Incovo heeft voor 2019-2024 ook een heel afvalplan waarin ze daar ook mee bezig zijn samen met de gemeente, met onze vertegenwoordigers die hier ook in de gemeenteraad zitten, hebben ze opgesteld en ze komen dat nu voorstellen binnenkort op een commissie, op een gemeenteraadscommissie Mens. En dan zullen we dat ook samen bekijken, wat ze van plan zijn met dat GFT, met in de toekomst met de restafvalzakken. Maar ik heb u toch al een aantal zaken opgegeven waar dat we echt op inzetten. Dat was voldoende. Ja. Dank u wel voor de vragen en antwoorden.
Dan hebben we de bijkomende agenda die we oorspronkelijk hadden afgewerkt. Dan komen we aan bij de twee punten die vandaag nog staande de zitting zijn ingediend, die we zullen behandelen. We zullen beginnen met het punt van N-VA, dat ook als eerste was toegelicht. Allee, aangevraagd. Mevrouw Spinati. Dank u wel, voorzitter. Ja, collega's, ik denk dat we allemaal de feiten kennen. Hè. Afgelopen vrijdag was onze gemeente helaas het strijdtoneel van een aantal vechtende jongerenbendes. Het was niet de eerste keer dat onze gemeente afgelopen maanden de nationale media haalde met dergelijke incidenten. Maar afgelopen vrijdag namen de vechtpartij en de reacties daarop toch wel onaanvaardbare proporties aan. De gevolgen zijn voor onze Londerzeelse gemeenschap, denk ik, wel aanzienlijk. De inwoners, de handelaars, die uiten allemaal hun ongerustheid op sociale media, maar ook naar ons toe over de veiligheid. Ze vragen zich af of die nog kan gegarandeerd worden. Maar ook, en ik denk dat dat ook niet onbelangrijk is, over de imagoschade die onze gemeente daarmee kan oplopen. Ik zie dat het parket de zaak in handen genomen heeft. En dat lijkt ons een zeer goede zaak. Want die jongeren mogen zeker hun straf niet ontlopen. Maar ik denk, wij denken dat we ook moeten optreden op een ander niveau en dat we ervoor moeten zorgen dat zulke dingen naar de toekomst toe niet meer kunnen gebeuren en dat we dus preventief gaan moeten optreden. En daarom hebben wij een aantal voorstellen ter overweging ingediend. Ik denk het belangrijkste voorstel is dat we met z'n allen over partijgrenzen heen signaal moeten geven dat we dit zeer ernstig nemen en dat we willen nadenken hoe we korter op de bal kunnen spelen. Hè. Want er waren in het verleden al een aantal signalen dat er spanningen waren. Dus zouden wij graag willen een tijdelijke commissie of werkgroep oprichten waar we vanuit alle fracties ideeën naar voren kunnen brengen om dit te gaan voorkomen. Verder ja, is het ook zo dat je als gemeente een prioriteit kan naar voren schuiven via zonaal veiligheidsplan en op die manier signaal geven naar parket van kijk, voor ons is dit zeer belangrijk en wij willen dat geen enkel incident nog kan geseponeerd worden. Dat is iets wat je als gemeente kan doen en wat wij ook wensen. Dan hebben wij ook vernomen via de media dat er geweten is welke de identiteit van sommige van die jongeren is. En u heeft ook verklaard dat dit een incident is dat vanuit Meissen wordt overgenomen in onze gemeente. Dus ik leid daaruit af dat men wel degelijk weet vanuit welke scholen, vanuit welke gemeenten dat die jongeren afkomstig zijn. Dus ik had daar graag een overzicht van gekregen. Een vierde zaak die wij wilden aankaarten is dat het belangrijk is om met de scholen in overleg te gaan en dat we daar het signaal geven vanuit de directies naar die leerlingen toe van kijk, hier is een zero-tolerantiebeleid. Dat signaal moet zeker van politieke hoek naar die directies komen. Dus dat is ook een aanbeveling die wij willen doen naar jullie toe. En dan tenslotte ja, zijn er nog een tal van andere repressieve maatregelen die kunnen genomen worden. Wij denken dan aan administratieve sancties, maar ook tijdelijk samenscholingsverbod. Ik zeg niet dat die allemaal nu moeten genomen worden, maar dat die wel ter overweging kunnen genomen worden. Ik denk dat dat in een notendop onze voorstellen zijn. Zijn we aan het apart behandelen? Ik zou het liever apart, ja. Het is een apart punt ook trouwens. Mevrouw Spinati, wat u zegt over het feit dat dit uiteraard een event is, dat, ja, event is zeker het juiste woord niet, een incident is, dat wij liever kwijt dan rijk zijn, dat spreekt nogal voor zich. En dat dat niet goed is of niet bevorderlijk is voor een positieve imago van de gemeente, dat is uiteraard ook een feit. Maar u zal wellicht ook gehoord en al gelezen hebben dat sinds de escalatie van afgelopen vrijdag, de media is daar ook opgesprongen, vind ik,
bij momenten wel wat op een manier dat je zou zeggen van is het die aandacht wel allemaal wel waard? Hè? Maar goed, de media moet zijn werk doen. Anderzijds stellen we ook vast dat vooral op Facebook dan, sociale media, zaken heel sterk worden opgeklopt, insinuaties worden gemaakt, die kant nog wal raken. En die allesbehalve bevorderlijk zijn voor de gemoedsrust van veel mensen. Wat hebben wij nu gedaan? U zal dat gezien hebben. Wij hebben onmiddellijk gereageerd. Er is onmiddellijk overleg geweest, zelfs op vrijdagavond. Met betrekking tot hetgeen er gebeurd was, met betrekking tot het standpunt van het parket daarin. Wij hebben op zondag zelfs, zaterdag is dat in elkaar gezet geweest en dat zondag uitgestuurd, een persmededeling, waarbij dat we heel duidelijk hebben aangegeven van kijk, wij gaan maandagmorgen, dat hebben we ook gedaan, in alle vroegte direct een crisisoverleg plannen met de politie uiteraard, maar ook de procureur met een criminoloog van het parket en voorgezeten door mezelf en de korpschef. Waarbij dat we onmiddellijk gekozen hebben om uiteraard maatregelen te nemen die zichtbaar zijn. Daar kan niemand naast kijken wat de afgelopen dagen alles ingezet geweest qua politie-inzet. Wat ook strikt nodig is, dat is zeker ook ineens bij, maar ook een aantal discrete, eerder verdikte maatregelen, maar die ook nodig zijn om alles in het oog te houden. Maar daarnaast, en dat is ook onmiddellijk gecommuniceerd geweest, hebben wij ervoor geopteerd, en ik was daar trouwens al x-aantal weken geleden vragende partij voor, daar is ook mailcommunicatie over tussen mezelf en de korpschef, waarbij dat ik aangeef van kijk, wij moeten gaan voor een integraal project. Waarbij dat we een taskforce opzetten, waarbij dat we diverse actoren mee aan tafel zetten. Ondertussen heb ik daar trouwens ook wel wat opzoekingswerk voor gedaan. Zijn we er zelfs in geslaagd van een criminoloog die werkzaam is bij het NICC bereid te vinden van deel uit te maken van ons project. Die gespecialiseerd is rond de omgeving in de scholen en de invloed daarvan op het gedrag van bepaalde jongeren. Die man heeft al toegezegd, wij gaan die deze week nog zien. Ondertussen, na dat overleg dat wij hebben gehad met de politie, heeft de politie onmiddellijk daarop, het is te zeggen de ambtenaar bij de politie die verantwoordelijk is voor de sectie jeugd en gezin, is die direct gaan praten met de leerlingenbegeleider van Virgo, maar ook van GTL, omdat wij uiteraard nog niet iedereen en alles hebben in kaart gebracht. Dat is de taak van het parket om dat te doen. We laten die rustig hun werk doen. Maar we weten wel, daar kunnen we niet naast kijken. Die beelden zijn voor iedereen zichtbaar. Dat is op straat gebeurd. Dat er een aantal mensen school lopen in Virgo en ik dacht zelfs ook wel in GTL. Dus zij zijn sowieso betrokken in dit verhaal en wij hebben die ook onmiddellijk gaan bevragen. En die taskforce die wordt nu in de stijgers gezet. We gaan daar het nodige voor doen, opdat wij dus werken aan een integrale oplossing. Ik zie daar trouwens ook mensen van welzijn mee aan tafel zitten. Zelfs misschien de schepen die verantwoordelijk is voor integratie, om het dan zo breed te bekijken. Alhoewel het stuk van meerderheden versus minderheden, dat hier zeker en vast niks met dit verhaal van afgelopen vrijdag te maken heeft. Maar zwart, zo breed zien we het dus. Om dan te anticiperen of proactief te zijn wat betreft zaken die we al gezien hebben in het verleden en die we verwachten die in de toekomst nog zouden kunnen gebeuren. Ik heb het trouwens ook op het VRT-nieuws gezegd, dat voor mijn part, het klopt wat dat u zegt, er waren, ik heb dat ook zo verkondigd, er zijn een aantal van die mensen die afkomstig zijn uit de regio Ophem, die zich het nodig vonden om hier wat baldadigheden uit te halen. Dat klopt, dat is ook zo. Wie en wat dat precies is, nogmaals, dat is onze taak niet. Dat is het parket dat zal uitvloeien. Of ze activator waren, dan wel slachtoffer van weet ik veel wat. Maar het feit is dat men daar bepaalde mensen heeft weten te verlaten, verplaatsen van punt A naar punt B. Maar ik wens dat niet. Hè. Ik wens dus geen collega burgemeester opgezadeld te zien binnen x aantal tijd met een probleem dat hij liever niet op zijn terrein heeft. Ik wil het veel breder zien in samenspraak met de scholen. En nogmaals, we zijn daar dus volop mee bezig. Nu, om terug te komen op uw voorstel van beslissing. Ik denk dat het voorstel
vloekt met al wat te maken heeft met privacy en GDPR. Ik zie daar bijvoorbeeld staan dat u zegt of voorstelt dat ik u een lijst zou bezorgen van de gemeenten waar die jongeren woonachtig zijn. Dat kan ik niet. Dat zou niet wettig zijn om dat te doen. Ik ga dat ook niet doen. Trouwens, dat is een gerechtelijk dossier. Iedereen moet zijn handen daarvan afhouden, want het onderzoek, het strafonderzoek is geheim. We hebben op de vergadering van afgelopen maandag ook afgesproken. Ik heb vandaag zelfs nog gecommuniceerd met de procureur des Konings, niet de substituut, maar de procureur zelf van Halle-Vilvoorde, om alle communicatie ook te laten screenen. We hebben die afspraak door het parket, zodanig dat al wat buiten gaat in afspraak is, zowel met mezelf als burgemeester, als de politie, als het parket. En in haar communicatie gaf ze nog heel duidelijk aan, in de mail van vandaag, zei ze van ja, kijk, al wat te maken heeft met gerechtelijk, met het gerechtelijk aspect, daar wordt over gezwegen, om ons integraal ons werk te kunnen doen. Hè. Dus dat gaan we zeker en vast niet doen. Bovendien, u geeft ook aan, afspraken gemaakt, al heel concreet met betrekking tot de scholen, om een zero-tolerantiebeleid uit te werken. Nogmaals, we moeten eerst weten wat en hoe. Laat staan dat we nu al in het kader van wat dat u voorstelt, al bepaalde eisen zouden kunnen opstellen naar de scholen. We kunnen dat trouwens ook niet. We kunnen wel afspraken maken, maar we kunnen trouwens ook geen zaken opleggen. Bovendien, u stelt hier ook wat betreft bijkomende maatregelen, zoals administratieve sancties, tijdelijk samenscholingsverbod. Ja, dat is niet in een commissie om daarover concreet, dat zijn bestuurlijke maatregelen, te beslissen. Dat is iets dat de burgemeester doet. Dat is een uitgesproken taak van de burgemeester, altijd in samenspraak met de politie. Daar is trouwens afgelopen maandag ook over gesproken en daar zijn wijze adviezen gegeven om te zeggen dat gaan we doen en dat gaan we niet doen. Nogmaals, ik ga daarover niet in detail treden om te vermijden dat bepaalde acties zouden in het gedrang komen. Nu, wat betreft de administratieve sancties, daar is concreet over gesproken, kan ik ook heel concreet over zijn. Ons huidig politiereglement omvat hiaten. Blijkbaar is daar in het verleden enige tijd terug geprobeerd om in samenspraak met Capelle en Meissen het gasreglement op eenzelfde lijn, op eenzelfde leest te schoeien. Maar is dat niet gelukt en dat is wat in weggekabbeld, blijkbaar. Maar ik wens dat zeer snel terug op te pikken. In die zin dat we moeten kunnen gasboetes uitschrijven, voor mijn part uiteraard ook aan minderjarigen, in zoverre dat zij het veel, maar dan ook veel te bont maken. En als dat een maatregel is om bepaalde situaties vrij direct te ontmijnen. Wij hebben daar afgelopen maandag zelfs op het college ook over gesproken. De beleidsmedewerker van onze directeur heeft daarin al het nodige voorbereidend werk gedaan. Dat is zelfs al helemaal klaargestoomd. Ik heb dat al in een eerste versie, want volgens de wetgeving moet je daarvoor het advies hebben van de jeugdadviesraad. Ik heb die eerste versie al laten doorsturen naar de JAL. Ze hebben daar al uitgebreid over gesproken en hun mening over gegeven. Nu, de bedoeling is, de aanstaande maandag is er jeugdadviesraad, dat we dat daar Klopt. Vrijdag. Wat zei ik? Maandag. Sorry, vrijdag. Is er jeugdadviesraad en dat is de uitgelezen kans. Ik ga ook vragen om dat dus als bijkomend punt op de agenda te zetten. Gaan we dat daar heel uitgebreid bespreken en ook de bedoeling en de achtergrond daarvan uitleggen, maar ook de contouren uiteraard die mee samenhangen. Dus ik denk dat niet dat het opportun is, het voorstel zoals jullie het voorstellen, van dat te stemmen. Ik denk dat we de wettelijke aspecten moeten in het oog houden, dat we de discretie moeten in het oog houden en dat we zeker en vast ook moeten rekening houden met datgene waar dat het parket mee bezig is. En dat we daar niet kunnen op anticiperen. Maar voor alle duidelijkheid, zeker wat betreft die gemeentelijke administratieve sanctie, was het mijn bedoeling om ook de commissie daarin te consulteren. En wou ik daarover ook de gemeenteraadsleden, ik denk dat dat dan eerder zit in de commissie maatschappij, maar als er nog geïnteresseerden zijn van de raadsleden, zijn ze uiteraard ook van harte welkom, om daarover een extra commissie samen te roepen. En dan zit ik al een stuk op het terrein, denk ik, van wat Pro 1840 voorstelt. Wat wel aanleunt bij wat ik hier net zeg, omdat dat anders geformuleerd is en niet met die voorwaarden zoals N-VA voorstelt. Dus het voorstel van beslissing, als we ons daar nu toe houden wat N-VA hier voorstelt, dat is om diverse redenen, zoals hier net aangehaald, niet opportun om daarin mee te gaan.
Dank u wel, mevrouw Moens. Mevrouw Spinatti. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, voor uw antwoord, mevrouw de burgemeester. Eerst en vooral over mijn vraag om een overzicht van de betrokken scholen en herkomst van die jongeren te geven. Daarvan zegt u, we moeten zwijgen over het gerechtelijk dossier, discretie. Ik stel dan ook voor dat u en de korpschef ook zwijgen over die punten, want er is wel degelijk door jullie gecommuniceerd dat die jongeren uit Londerzeel en andere gemeenten die werden opgenoemd. Dus jullie hebben dat wel gedaan in de media. Dus ik stel voor dat die discretie ook door jullie wordt gehanteerd. Ten tweede, u spreekt over de taskforce. Ik denk dat dat een goede zaak is, dat jullie die taskforce oprichten. Want jullie gaan daarmee preventief te werk. Ik denk dat dat in deze ook zeker nodig is. Het is een beetje gelijkaardige werking, denk ik, met de LIVC, waarbij je ook mensen hebt van politionele werking, maar ook mensen die in de zogezegd softere sector te werk gesteld zijn. Dus dat is zeker een goede zaak. Maar ik denk dat het de taak is van raadsleden om ervoor te zorgen of er naar te streven dat er in de gemeente een positief klimaat heerst, dat er een positief imago van de gemeente is. Vandaar dat wij met punt 2 van ons voorstel u ook de hand reiken om aan dit verhaal te gaan meewerken met de oprichting van zo'n werking of zo'n tijdelijke commissie. Ik denk dat we hier allemaal hetzelfde doel hebben. Zoiets moet apolitiek zijn, dus ik ga ervan uit dat op zijn minst punt 2 van ons voorstel zou kunnen goedgekeurd worden. Hè, want u zei zelf op het einde van uw antwoord, hè, we gaan in de richting van zo'n tijdelijke commissie. Dat is letterlijk wat in punt 2 staat. We richten een tijdelijke commissie op met als missie preventieve maatregelen uit te werken, zodat jongeren niet in de val trappen van geweld en uitlokking van geweld. Dus dat is een letterlijke vertaling van wat u net komt te zeggen. Dus meneer de voorzitter, dan richt ik mij tot u. Wil ik vragen om artikel per artikel te stemmen. Hè? Als u zegt van we gaan die lijst niet bezorgen, oké, dat is inderdaad het minst belangrijke van dit voorstel. Maar punt 2 veronderstel ik dan wel dat dat kan meegestemd worden. Ik moet dan inderdaad even overgaan naar uw punt, want dat komt op hetzelfde neer, lijkt mij. Gezien de discussie die er al is, denk ik niet dat we niet moeten vertellen aan iemand in Londerzeel wat er vrijdag gebeurd is. En ik denk dat ook ieder van ons hier in de zaal wel beseft welke commotie en onrust dat veroorzaakt heeft. We hebben tot nu toe als Pro 1840 als beweging zelf nog niet officieel gereageerd, omdat we eerst dit wilden bespreken hier en nou eens wilden van gedachten wisselen met de collega's. En vandaar dat we ook ons voorstel hebben gedaan. Nu, misschien eerst eventjes over wat er vrijdag gebeurd is. Wel, ik denk dat dat duidelijk is. Dat is ontoelaatbaar. En het is nu in handen van politie en parket. En laat ons die hun werk maar doen. Hè. Ik denk dat we daar voor de rest door wat vrijdag gebeurd is weinig kunnen over zeggen of moeten zeggen. Laat de officiële instanties hun werk maar doen. Maar ja, dat neemt niet weg natuurlijk dat wij wel graag uiteraard op de hoogte blijven en weten wat er gebeurt. Hè. Ik bedoel, wat is de stand van zaken, het onderzoek? Klopt het dat er nog verdere bedreigingen zijn gebeurd, zoals we soms op sociale media nu kunnen zien? Hoe gaat de politie dit verder aanpakken? Wordt ook, wat ook toch hier en daar geopperd is, en denk ik toch wel niet onterecht, ja, de beelden die verschenen zijn, dat is toch iets, daar is toch iets mee aan de hand als je die ziet. Dat is toch geen normale gefilmde beelden met onze huidige goede gsm's van vandaag de dag. Dus daar zou wel eens wel wat manipulatie kunnen tussen zitten. Wordt dat ook onderzocht? Wat doen we met de burgers of de mensen die al dan niet uit goede bedoelingen nu oproepen om bepaalde dingen te doen of die in forse verklaringen zeggen we zullen het een keer gaan leren ze, en we gaan het recht in eigen handen nemen. Wat gaan we daarmee om? Het zijn allemaal vragen die wij mee zitten en die we toch wel, vandaag erom niet, dat besef ik ook wel, maar er toch zo snel mogelijk een keer zouden met de
met u of met de korps heeft toch van gedacht kunnen wisselen dat we daar toch enige informatie hebben, uiteraard zonder in detail te gaan of mensen bij naam te noemen. Tweede, willen we toch wel wat aandacht ook aan wat er vooraf gaat. Hè, want het is natuurlijk een zeer opvallend incident geweest vrijdag, maar we weten allemaal, en mijn collega verwees ook al naar, en u zelf ook, hè, dat er al wel een aantal voorafgaande waren, dat er al wat kleinere incidenten geweest zijn, maar dat er ook heel wat andere aspecten aan verbonden zijn. Hè. Het gaat inderdaad om een aantal jongeren die zeer erge of criminele feiten stellen, maar er zijn ook heel wat jongeren bij die daar maar wat bij lopen en die eigenlijk soms niet beter weten dan wat ze aan het doen zijn. Er zitten toch wel heel wat aspecten van samenlevingsopbouw, van jeugdwelzijn bij. Goed, voor ons belangrijkste in heel de discussie eigenlijk is van oké, wat gaan we in de toekomst doen? Welk integraal beleid, welke aanpak gaan we nu daaraan zetten? Niet enkel om deze incidenten of deze conflicten op te lossen, maar in het algemeen om te zorgen dat dit soort dingen zich niet meer, allee, dat is een utopie denk ik, maar toch zo min mogelijk nog voordoen. We hebben daar zelf een aantal ideeën rond. We zijn er ook een tijdje al mee bezig. En ik ga grofweg een paar puntjes, bijvoorbeeld, ja, in heel dat verhaal moet duidelijk maken, zoals Peter Adriaanse dat zegt, wij als volwassenen moeten ook naar die jongeren onze verantwoordelijkheid nemen. En wij moeten daar niet mee gaan vechten en wij moeten daar niet gaan tussenkomen, maar we moeten die wel, als wij jongeren signalen zien geven die eigenlijk niet door de beugel kon, moeten we allemaal toch wel heel vriendelijk, maar duidelijk gedecideerd tegen de jongeren zeggen van kijk, dit is toch niet gedacht, waarom doe je dat nu? Tegelijkertijd moeten we ook wel oppassen dat we de jongeren in zijn algemeenheid niet gaan viseren. Jongeren moeten nu eenmaal jong zijn, moeten soms ook wel wat apenstreken kunnen uitsteken. Voor alle duidelijkheid waarmee ik wat vrijdag en voorgaande gebeurd is niet kwalificeer als kwaapenstreken. Maar in het algemeen, soms is de grens wel dun, moeten we ook wel zorgen dat we jongeren niet in het algemeen viseren. Wat wij bijvoorbeeld heel concreet aan denken is, het zou niet slecht zijn dat er al is het maar tijdelijk een jeugdwerker komt in Londerzeel, denk ik. Dat we misschien ons jeugdbeleid, dat er wel is, dat we dan een keer duidelijk op papier zetten. Dat we denken naar, wat moeten we met ontmoetingsplaatsen doen? Bijvoorbeeld, we hebben daar op een bepaald moment in de campagne de idee gelanceerd van een bus bijvoorbeeld. Daarnaast moeten we uiteraard, en dat heeft u zelf ook gezegd, burgemeester, overleg plegen met onderwijs in de eerste plaats. Ik denk ook met de lijn, maar vooral ook is uitwisseling met gemeenten die daar veel ervaring van hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Vilvoorde, die qua samenstelling natuurlijk niet te vergelijken is met Londerzeel, maar die uiteraard met dat soort fenomenen al heel vaak en heel intensief geconfronteerd worden en die daar ook al wel heel wat initiatieven genomen hebben en ook al wel wat resultaat mee geboekt hebben. Jack in Vilvoorde, wat die doen, ik denk dat daar wel heel interessante dingen te leren zijn. Ik denk ook, als ik spreek over ontmoetingsplaatsen, wat doen we met onze jeugdhuizen? We moeten die toch wel wat opwaarderen, we moeten die hun bestaan toch extra helpen, dat die kunnen die opvang doen die ze doen. En daarnaast, ja, uiteraard, diegenen die dan ondanks alles wat we doen over de schreef gaan, ja, die moeten aangepakt worden door politie en indien nodig door parket. Daar is geen discussie over. Maar dan moeten we misschien ook eens nadenken over waar we onze politiemiddelen precies over inzetten. Goed, dat zijn een aantal ideeën. Dat is zeker niet volledig. Misschien zit er op een aantal vlakken totaal naast. Dat kan ook zijn. Ik denk toch dat er ook bij de collega's hier in de gemeenteraad en bij jullie in het college toch ook wel ideeën leven, daar ook wel meningen over zijn. Bijvoorbeeld, tot nu toe, burgemeester, heeft u de communicatie gedaan volledig bij u. We zitten volledig bij u. Maar bijvoorbeeld, wat denkt de schepen van welzijn? Wat denkt de schepen van jeugd? Die zullen daar toch ook vanuit hun invalshoek toch wel interessante inzichten hebben. Dat hebben we tot nu toe nog niet gehoord. En dus vandaar ons voorstel om toch met een ad hoc commissie te komen, om daarover te spreken, om ieder zijn ervaringen, ideeën uit te pissen, om een plan van aanpak te maken op basis van de analyses, de evaluaties die gebeurd zijn. En vooral denk ik dat we vanuit de politiek proberen voor één keer om met een gezamenlijk standpunt, met één stem te spreken. We kunnen dan nog van mening verschillen over de concrete uitwerking, maar dat we toch wel een aantal signalen geven. Niet overdreven in de ene richting, niet overdreven in de andere richting, denk ik. Dat wel belangrijk is dat de burgers weten dat wij daar allemaal mee bezig zijn, dat wij dat niet laten gebeuren. Maar tegelijkertijd ook dat we het signaal geven als jongeren van kijk, we gaan jullie niet vanaf nu niet elke 3-16-jarige die we tegenkomen gaan zien of behandelen als potentiële criminelen. Want dat is zeker niet de bedoeling of dat mag niet de bedoeling zijn. Dus vandaar ons voorstel om dat een keer in een commissie met ons allemaal uitgebreid te bespreken. Dank u wel, meneer Troeg.
Mevrouw ja. Moens. Ik denk dat ik daar net al wel wat geanticipeerd heb op uw vraag. Dus zoals u het aangeeft, u hebt het wel iets anders geformuleerd. U zegt, ja, in de commissie worden verschillende aspecten van deze incidenten geanalyseerd. Oké. Geëvalueerd. Oké. En een geïntegreerd plan van aanpak opgemaakt. Ja. Aangereikt of voorgesteld, denk ik, lijkt mij beter. Want ja, uiteindelijk moet je altijd afstemmen met politie en desnoods zelfs ook met parket, vooral je dat je het kunt beslissen. Maar zoals ik daarnet al zei, zeker en vast al voor die gemeentelijke administratieve sanctie was het al mijn bedoeling van een extra commissie te voorzien. Dus waarom zouden we dat dan niet daar ook uitgebreid allemaal kunnen bespreken, zoals dat u het voorstelt? Dus onze meerderheid heeft daarnet even geschorst, heeft tegelijkertijd met betrekking tot de 2/3 meerderheid, maar tegelijkertijd ook het inhoudelijk even besproken. En wij kunnen volledig akkoord gaan. Ik zou dan ook de rest van de gemeenteraad willen in de ogen kijken. Ik bedoel de rest van de oppositiemensen, N-VA-fractie. Om dan met dit voorstel van PRO, dat toch heel duidelijk geformuleerd is en dat ook ons niet verplicht om hier links en rechts punten en komma's in... punten zijn geen punten en komma's. Heel de overwegingen te moeten schrappen, zoals het de N-VA-fractie had geformuleerd, van dat te laten en niet noodzakelijk ter stemming voor te leggen. Maar dit dan, en daar kunnen we dan in meegaan. En dan stemmen we dat allemaal voor. Over de partijgrenzen heen. Want dit is ook een dispuut, trouwens, dat volgens mij totaal apolitiek moet benaderd worden. Dat is nogal evident. Mevrouw Sminati? Ja, zoals ik al zei, punt 2 van ons voorstel is eigenlijk identiek aan... Ja, maar... Ik stel voor dat u mij even laat uitspreken. Hè. Is identiek aan hetgeen meneer Trog voorstelt. Dus ik ging zeggen, uiteraard kunnen wij daar dan mee akkoord gaan. Dus ik stel voor, in plaats van altijd met de ogen te rollen en te reageren, laat ons in het vervolg eens uitspreken. Dank u wel. Dus u trekt uw punt terug en we stemmen enkel het punt van PRO. Moeten wij dan niet stemmen, omdat we beslissen dat we daar ook geen stemmen? Ja, ze kan toch nog terugtrekken. Inhoudelijk moeten we nog beslissen. Moeten we als punt nog stemmen of niet? Van een, het is gewoon een punt, dus je kan haar punt nog altijd terugtrekken staan naar de zitting. Dus dat doet N-VA dan bij deze. Dus moeten we enkel nog stemmen over het punt van PRO. Dat doen we dan ook direct. Eerst even een stemming opzoeken. En mag ik nog één ding kort zeggen? We hebben die 2/3 meerderheid ook omdat we duidelijk jullie standpunten ook wouden luisteren. Ik denk niet dat we... We konden ook dat weggestemd hebben en Pro 1840 alleen antwoord, omdat we wisten dat we gingen stemmen. We vonden het ook wel belangrijk, omdat je zegt ogen rollen, dit, we wouden ook wel luisteren, horen wat achter zat. Dus ik denk niet dat we zomaar rollen of... Dat wou ik ook even klaar mee. Nee, maar het ging gewoon over jullie laatste reactie. Ik had nog maar één woord gezegd of het was al verkeerd. Ik ging gewoon zeggen, we gaan mee in het voorstel. Dat is alles. We gaan over naar de stemming, dan is het in orde. Aanvang van de stemming. Stem dan niet tegen, hij moest zien. Iedereen stemt. Algeheelheid van stemmen. In navolging van dat punt, straks moet ik de vraag. In navolging van dat punt, die zoals voorzien in het huishoudelijk reglement, wordt die op dezelfde manier samengesteld als een gewone commissie met 9 personen, 4 N-VA, 4 LBD, 1 CD&V en een raadgevende stem van PRO. Het is allemaal raadgevend waarschijnlijk ook. Wie dat daarin zit, dan mogen jullie zelf nog onderling bepalen. We zullen straks na de vergadering ook een datum even bepalen wanneer we dat gaan doen en zo. Dan komen we aan bij de Varia, de vragen en aanvullingen. Ja. Ik kan nog een aanvulling geven op de vraag die daarnet gesteld was door collega Van Doren. Ik heb snel even een mailtje gestuurd naar de korpschef met de vraag met betrekking tot die bodycams. En hij is even in het systeem gaan kijken. Eind februari worden er zijn 10 bodycams besteld. Die worden eind februari... die worden eind februari geleverd. Daar is een server inbegrepen. En voor die software en die server en dus die 10 camera's wordt de som van €11.142 betaald. Voilà. Door de politiezone, ja, voor alle duidelijkheid.
Dus dat was nog de aanvulling op deze gemeenteraad. Ik stel voor dat we eerst even de gemeenteraad schorsen en dan straks terugkomen op de vragen en dat we eerst even de OCMW-raad afhandelen en dan ineens de vragen van OCMW en gemeente combineren. En ook van de vragen van de gemeenteraadsleden, als er zijn. Hè. Maar dat ze in één keer tegelijkgesteld kunnen worden. Dus bij deze schorsen we de gemeenteraad even. En dan gaan we over naar de OCMW-raad. Het eerste punt, er zijn er niet veel, het eerste punt dat op de agenda staat is de goedkeuring van het verslag. Ik veronderstel dat er bij N-VA dezelfde opmerkingen zijn als anders. En dat er voor de rest gestemd mag worden. Aanvang van de stemming. Iedereen gestemd. 13 voor en 11 tegen. Het tweede punt dat op de agenda staat is een B-punt in verband met de beheer. Ah, ik ben tevreden vragen. Wilt er iemand daar een A-punt van maken? Nee. Dan behandelen we dat als B-punt en dan wordt dat bij deze aanvaard, als niemand er iets op tegen heeft. Oké, dan gaan we over naar de bijkomende agenda. Daar staan twee punten op die in verband met hetzelfde gaan eigenlijk. Het eerste is een punt dat Tom Troch zijn ontslag indient voor het BCSD. Niet voor de OCMW-raad, maar voor het BCSD. Moet daar een aanvulling bij? Of? Nee. Het is ingediend. En, Dat was eigenlijk altijd afspraak intern dat ik dat maar tijdelijk zou doen om aan de kans te geven aan andere mensen. Dank u wel. Het tweede... Ja, misschien, sorry nu dat ik dat dan toch woord. Ik heb dat ook al op BCSD gezet. Ik ben wel heel blij dat ik dat heb kunnen... BCSD, was zij? Ah, sorry. BCSD, ja. Wat ik daar ook gezegd heb, ik ben wel heel blij dat ik die ervaring heb kunnen meemaken. Het was de eerste keer in mijn lange politieke carrière dat ik in de sociale raad gezeten heb. Zij was een weerraad van vroeger of zij een bijzonder comité van vroeger. Het was een zeer leerrijke ervaring en vooral wel aan te raden voor iedereen als je ooit de kans hebt om dat eens te doen, omdat je dan echt wel heel concreet, heel tastbaar kunt voelen in welke armzalige of moeilijke omstandigheden mensen ook in onze gemeente soms moeten leven en dat we wel blij mogen zijn dat er voor die mensen een vangnet is. En ook al proberen we zo streng maar rechtvaardig te zijn, Els, dat we toch wel voor die mensen het verschil kunnen maken. En het is ook heel leuk om te zien dat je dan voor een aantal mensen, met de steun die ze gekregen hebben van de gemeente, dat die daarna hun leven terug kunnen oppikken en dat die dan terug vertrokken zijn. Dus een aanrader als er ooit terug bij de volgende verkiezingen terug mandaat heeft gelezen. Dank u wel. In plaats van Tom is Inge Janssens naar voren geschoven vanuit de pro-fractie. Zij mag dan ook naar voren komen om haar eten te komen afleggen als nieuw lid van het BCSD. Maak je mijn dingen niet mee. Dat waren dus ook alle punten die op de OCMW-raad stonden. Dan kunnen we nu overgaan naar de vragen voor zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad vanuit de gemeenteraadsleden eerst. Meneer Van Hoof. Los van de inhoud had ik eigenlijk gewoon de opmerking dat ik het een beetje jammer vind dat er over heel de heisa dat er nu allemaal aan het gebeuren is, dat er eigenlijk geen officiële communicatie vanuit de gemeente zelf komt. Dat er heel veel wordt gecommuniceerd via Facebook, via de kranten en via... de partijwebsite. Dus ik had verwacht dat er op de site van de gemeente toch iets ging staan in verband daarmee en wat er allemaal wordt gedaan ten goede, nee, uiteraard. Ik vind dat jammer. We zullen na onze gemeenteraadscommissie misschien nog een mooie samenvatting van allemaal over de fracties heen kunnen uitzenden. Nog vragen vanuit de raadsleden? Nee. Kunnen we overgaan naar het publiek? Zijn daar vragen?
vanuit het publiek? Nee. Ook niet. Of toch? Ah, Doef, ja. De pers heeft een vraag. Ah, de Doef heeft een vraag. U mag uw voorstellen altijd indienen via de communicatiedienst. U weet... Wat bij deze is zeker gelanceerd, maar ik wil maar zeggen, moest genoeg frisse ideeën hebben, levert ze gerust aan. Het college heeft vorig jaar beslist om terug het systeem van het huldigen van de verdienstelijke personen in het leven te roepen. En we hebben daar inderdaad de communicatiedienst als een aanspreekpunt beschouwd of gemaakt om dat allemaal in te dienen. Dus... voilà, bij deze is dat genoteerd. Dank u wel, Doef. Geen andere vragen meer van het publiek? Nee. Dan kunnen we bij deze de gemeenteraad en de OCMW-raad sluiten. Dan bedank ik het publiek voor hun komst. Ja, volgende maand, ter info, is de gemeenteraad 1 week vroeger en gaat die door op 18 februari. In verband met de krokusvakantie. En wij spreken even af onderling voor de datum. En de samenstelling. En de samenstelling, wie dat er allemaal wel.